Dames en heren, jongens, meisjes, ik wil een enorm grote hashtag hype spam zien in de chat. Al wil jij dat deze stream gaat beginnen? De hype chat is insane en dat betekent maar één ding. Inderdaad, laten we maar gaan beginnen. Welkom allemaal bij deze nieuwe livestream hier op dit kanaal. Vandaag zijn we een keertje niet in de wereld van Fortnite. We zijn namelijk vandaag in de wereld van GTA. Daar is die dan. Hij moest heel eventjes in beeld komen. Maar dames en heren, jongens en meisjes, ik ga heel even de muziek switchen. Want we zijn dus in de wereld van GTA daadwerkelijk. Dat is een aardig tijdje geleden. Dat is één ding wat zeker is. Ik moet de muziek wel iets harder zetten. Anders hoor ik hem zelf ook niet. En horen jullie hem waarschijnlijk ook niet. Maar, mensen, er is dus vandaag ten eerste een nieuwe update gekomen in Fortnite. Maar ten tweede is er ook nog een nieuwe update gekomen in de wereld van GTA. En mijn GTA staat een beetje vast. Hallo, GTA? Hallo, hallo? Oh, kijk, daar is hij weer. Dat is helemaal super. Maar, we zijn hier dus aangekomen in GTA. En al draai ik mij om, zie je ten eerste hier mijn kantoortje. Maar, er zit hier, als het goed is, inderdaad een of andere rare meneer verstopt op mijn bank. Hallo, meneer. Wat doet u op mijn bank hier? Nou, gewoon even wat chillen, denk ik. Oké, nou ja. Hé, nu er toch gewoon een random meneer op mijn bank zit. Heb je zin om mee te gaan op een avontuurtje vandaag? Dat lijkt me heel leuk. Een avontuurtje. Wat top. We hebben gelijk iemand gevonden. Dames en heren, jongens en meisjes. Hier naast mij op de bank zit Kevin. En Kevin gaat vandaag met ons mee in de nieuwe update. Je zou hem ook kunnen kennen van YouTube, namelijk de Serial Gamer. En vandaag gaan wij dus samen de hele nieuwe update verkennen. Ik heb hier super, maar dan ook echt super veel zin in. Dus laten we kijken wat er allemaal nieuw is gekomen in de nieuwe update. Ik zie ook al mensen in de chat zeggen, de subcounter klopt niet. Dat klopt van de ene kant, van de andere kant ook niet. Dit is namelijk de subcounter van mijn tweede kanaal. En zoals jullie kunnen zien, zit ik op mijn tweede kanaal, oftewel Alex Klein 2, bijna op de 100.000 abonnees. Dus laten we kijken of wij het vandaag kunnen halen. Ik ben er super benieuwd naar of wij het kunnen halen. Ik zal eventjes een linkje naar mijn tweede kanaal bovenaan in de chat zetten. Want zoals je kan zien, zijn we er dus daadwerkelijk bijna. Dus druk zeker op die abonneerknop op mijn tweede kanaal. Want ik hoop oprecht dat wij vandaag op dat kanaal de 100.000 abonnees kunnen halen. Linkje naar mijn tweede kanaal staat bovenaan vast in de chat. En we zitten al op de 99.527 abonnees. Wat echt in freaking insane is natuurlijk. Mensen, ik sta hier dus in de lobby samen met Kevin. En Kevin, wat zullen we als eerst doen? We hebben hier natuurlijk de map van Fortnite. Maar er is dus, als het goed is, ook daadwerkelijk een heel nieuw eiland. En daar wil ik vandaag heel graag eigenlijk een kijkje bij nemen. Ik zie tot nu toe nog niet heel veel. Ik zie een paar boten. Ik zie, ja, dat is het ook eigenlijk. Maar er zijn dus, als het goed is, echt ontzettend veel nieuwe dingen. Dus laten we als eerst maar eventjes, we gaan naar het kantoortje. Ik heb hier namelijk een kantoortje voor mijn werknemertjes altijd. Maar laten we even naar dat kantoortje gaan. En laten we hier kijken wat er allemaal nieuw is te vinden op het internet. Dus ik zou zeggen, Kevin, neem plaats achter een laptopje. Ik heb er alvast eentje aangezet speciaal voor jou. En dan kunnen we kijken wat er allemaal nieuw is hier. Ik ben er super benieuwd naar. We gaan als eerst naar Legendary Motorsports. En tot nu toe zie ik hier nog geen nieuwe auto's. Ik zie hier wel alle Formule 1 auto's. Ook heeft deze auto korting, wat super tof is. Maar daar hebben we niet zo heel veel aan. Vervolgens kunnen we naar Warstock gaan. En wow! Wat? Je kan hier gewoon letterlijk een submarine kopen. Ik kan er nog niet op klikken. Wij moeten namelijk, al willen wij deze kopen, eerst naar de Music Locker gaan. En daar moeten wij over een bepaalde baan praten. Dat staat er tenminste. Ik ben heel erg benieuwd naar wat dat allemaal inhoudt. Maar we kunnen deze straks dus hopelijk ook gewoon gaan kopen. Deze mokergrote onderzeeër. Daarnaast hebben wij ook nog dit kleine autootje. En deze kunnen we ook kopen voor $1,1 miljoen. En we kunnen hem later ook kopen met korting, wat super tof is. We hebben hier ook een nieuwe boot. Dit is namelijk de Kurtz Patrol Boot. Voor 3 miljoen kan je die kopen. Dat is aardig wat, kan ik je vertellen. Maar hij ziet er wel heel vet uit. En daarmee kunnen we dus, als het goed is, ook varen naar het nieuwe eilandje. Ook staat hier een vliegtuig. En dit vliegtuig kost 4,5 miljoen. Wat? Dat is niet normaal. Oh my god. Maar, Kevin, we hebben nog meer items trouwens. Er is namelijk ook een hele nieuwe helikopter. Die er echt mokerziek uitziet. Dat is niet normaal. Vervolgens hebben wij hier ook nog een nieuwe auto. Dit is de laatste nieuwe auto. En wat is dit voor auto? De Toredo. Hij kost bijna $4 miljoen. Het ziet er heel raar uit. Mensen zeggen ook al, het is zonde van je geld, dan koop je een van deze items. Het zou kloppen, we zouden ze kunnen uittesten. Dat zouden we ook kunnen doen. Ik heb namelijk op dit moment 123 miljoen nog opzij staan.
Dus ik denk dat we daar aardig wat dingetjes mee kunnen kopen. Maar het eerste wat wij moeten doen, Kevin, is naar onze garage gaan. Of naar mijn garage gaan, dan tenminste. Dus ik zou zeggen, sta maar lekker op. Wij moeten namelijk een autootje gaan pakken. En dan moeten wij naar het nieuwe soort van muziekclubje gaan. Daar moeten we eventjes gaan kijken. En daar kunnen we, als het goed is, een of andere job doen. Of daar moeten we naar luisteren, tenminste. Dus kom maar mee naar Office Garage 1, zou ik zeggen. Maar daar moeten wij dus een bepaalde missie doen, lijkt het wel. En dan kunnen wij uiteindelijk deze moker, maar dan ook echt mokergrote onderzeeër kopen. Ook wil ik vandaag naar het nieuwe eiland gaan. Ik weet alleen niet hoe ik daar moet kopen. Want al kijk je op de map van GTA, die ik jullie straks ook even zal laten zien, kan je zien dat we hier nergens echt bepaald een nieuw eiland kunnen zien. Dus dat is nog wel een dingetje. Die kunnen we, als het goed is, pas betreden in een of andere bepaalde missie. Dat denk ik tenminste. Maar laten we voor nu even Mr. Bakers ophangen. Kevin, waar ben jij? Ben jij buiten? Hoezo ben je buiten? Ik kon niet in de garage komen. Kom gewoon. Oh, je staat wel aan te bellen. Oh my god, staat hij gewoon buiten? Oké, oh, nee, Brian staat voor de deur. Hoe komt Brian in deze game? Oké, dat is apart. Maar ik moet Kevin hier hebben. Kevin, ik ga jou even inviten, alsjeblieft. Stop. Oké. Oké, ik heb jou een invite gestuurd, maar dan gaan we even een autootje uitzoeken. En met die auto moeten wij dus naar de nieuwe muziekclub gaan. En die kunnen wij hier vinden, bij het casino. Dus dat gaat leuk worden. Ik ben er benieuwd naar wat we daar allemaal kunnen gaan beleven. Hallo Kevin, welke auto hallo. Zullen wij voor vandaag meenemen? Dat is altijd nog even een vraagje. Ik ga er denk ik geen een van de onderste verdieping meenemen. Ik weet het niet. Ik voel deze niet zo vandaag. Nee? Ik weet niet. We kunnen de Bugatti meenemen. Ja, het kan allemaal, weet je. Maar ik weet niet, ik voel deze niet zo voor vandaag. Ik voel deze nog niet zo voor vandaag. We kunnen wel hier een autootje pakken. Ik heb... Oh. Ik vind deze rode hierachter altijd wel nice. Ik weet niet wat jij van deze vindt. Maar we zouden wel eventjes... Dit is volgens mij een Ferrari F nog wat eens. We zouden deze gewoon mee kunnen nemen. Dus laten we dat ook gewoon maar gelijk lekker doen. Mensen, vergeet dus zeker niet te abonneren op mijn tweede kanaal. Voordat we de garage uit gaan rijden. Wil ik eerst dat iedereen natuurlijk eventjes niet vergeet om op die abonneerknop te drukken. We zitten namelijk bijna op de 100.000 abonnees. Mensen, we gaan naar buiten. Lieve vehicle. Oh, er staat een impounded vehicle. Er staat een voertuig van mij bij de politie, weet je wat? Oké, nou, die is weg. Die ben ik kwijt. Ik heb geen idee wat voor auto daar stond. Let's go! Hoppakee. Oh, dit is toch een lekker bakkie. Dit blijft ook gewoon een lekker bakkie. Niet normaal. Alrighty. Waar, oh waar, gaan wij heen? Ik hoor hier al iemand staan. Hier staat iemand te schieten. Hallo Brian, hoe kom jij in deze game? Ik snap het niet. Maar wij moeten naar onze nieuwe locatie toe gaan. Daar hebben we dus, als het goed is, een bepaalde missie. Hallo, kunnen wij hier doorheen? Kunnen we doorheen? Ja, dat kan. Top. Mensen, vergeet natuurlijk ook zeker niet om dat blauw duimpje omhoog te drukken. Dat zou super, maar ook echt super tof zijn. Alrighty. Hoppa! Oké, hier ergens is het casino achter dus. We hebben een nieuwe abonnee, Jan Bors. Dankjewel voor het abonneren op mijn kanaal. Dikke shout-out naar jou, man. Dan hebben we ook nog Spark Gaming 1. Dankjewel voor het abonneren op mijn kanaal. Ik een dikke shout-out naar jou, man. Heel erg bedankt. We zijn bijna aangekomen bij het casino. Oké, dit gaat nog maar net goed. Dit gaat helemaal prima tot nu toe. Bijna 700 live kijkers. Welkom bij de stream allemaal. Super tof. Dope dat jullie er allemaal bij zijn bij deze nieuwe update. Livestream. We zijn aangekomen bij het mevrouw. Wilt u uitkijken voor mijn auto? Alsjeblieft. Als je dat niet doet, dan loopt het niet zo goed af voor je namelijk. Ik heb namelijk aardig wat geld, dus ik kan zomaar een huurmoordenaar op je afsturen. Dus ik zou zeggen, kijk maar uit. Oké, Kevin, we zijn tenminste aangekomen op de locatie. Daar gaat het tenminste wel om. En ja, hier ergens is dus een... wat zeg je? Gaan we nu al het geld vergokken bij de casino? Ja, dat kunnen we ook doen. Maar er is dus hier naast het casino is een soort van dansclub nieuw gekomen. Ja. Oh. Dus daar kunnen we ook heen. We zouden eerst nog even een gokje kunnen wagen als je wil. Zetten we hem dan op rood of op zwart? Nou ja, weet je wat we kunnen doen? Er is een rad, een soort rad van fortuin. En daarmee kunnen wij een auto winnen. Dat zouden we ook nog heel even kunnen doen voordat we daar even gaan dansen. Dus misschien dat we even een autootje gaan winnen. De vorige keer dat ik hier was, had ik een auto van 3 miljoen dollar gewonnen. Voor maar $1000 inzet. Dus laten we kijken of dat nu weer gaat gebeuren. Dames en heren, we gaan gewoon lekker het casino in. We zitten alweer boven de 500 likes. Bedankt allemaal voor het klikken op dat duimpje omhoog. Vergeet natuurlijk zeker niet te abonneren op mijn tweede kanaal. En oh, de Osiris kan je nu winnen. Dit is een hele, maar ook echt een hele vette auto. En deze auto kost ook iets van 2 miljoen. Dus Kevin, er staat wat op het spel. Er staat echt wat op het spel vandaag. Veel geld. Ik weet niet of jij al binnen bent. Ben jij al binnen? Nee, ik heb nog een scène. Oh, je hebt nog een scène? Oh nee, die duurt lang.
Oh my god, Kevin die zit nu dus in de scène wat je krijgt als je voor het eerst het casino inloopt. Maar in de tussentijd ga ik dan maar alvast een klein beetje gokken, denk ik dan maar. Anders moet ik namelijk heel lang wachten op Kevin. Heb er natuurlijk geen zin in, heb ik nu mijn visitor bonus? Ja, die heb ik zeker nog. Super tof, mensen. We moeten heel eventjes wachten op Kevin. Dus laten we in de tussentijd gewoon maar eventjes... Zullen we al aan het rad draaien of zullen we nog wachten met het rad? Zullen wij al aan het rad draaien? Ik denk dat ik er nog heel even mee ga wachten. Ik zie nu ook al iemand die even een klavertje 4 in de chat zet. Om mij extra geluk te geven om aan het rad te draaien. Dankjewel. Laten wij anders als eerst eventjes hierachter gaan kijken. Laten we kijken of wij bijvoorbeeld al de paardjes kunnen inzetten. Hoe lang duren de paardjes? Nou, die duren nog 4 minuten. Dat duurt me net wat te lang. Laten we anders gewoon lekker hierachter lopen. Even kijken. Ik loop trouwens hier in first person, want dan loop je daadwerkelijk gewoon een stuk sneller. Maar laten wij gewoon heel eventjes op de roulette iets van $50.000 inzetten. Hier hebben we de roulette. En dan gaan we gewoon $50.000 op één kleur inzetten. Mensen in de chat moeten wel bepalen welke kleur dit gaat worden. We kunnen dus kiezen tussen... Ik heb trouwens heel veel rood aan. Ik ga gewoon voor rood. Ik ga voor rood. Max bet... ik zet hem op rood. Oké, max bet. Hoppakee. Even kijken. Oké, mensen, ik heb 10.000 ingezet op rood op het moment. Oh nee. Puur omdat ik een rode muts op heb, rode streepjes heb. Ik zie heel veel mensen al met de klavertjes 4 in de chat. Oké, mensen, hij gaat over 10 seconden. Ik heb mijn bet gezet. €50.000. Oh nee, het balletje is al aan het rollen. Oh nee, dit gaat zo fout. Komt hij op rood? Betekent dat letterlijk dat ik $100.000 win nu? Ik heb mijn 50.000 munten uitgegeven. Gaat hij op rood komen? Kom op, alsjeblieft, kom op rood. Ik wil mijn muntjes hebben, zodat ik weer wat nieuwe dingen kan kopen voor de update. Uh-oh, kom op. Rood. Nee. Ik ben mijn 50.000 kwijt. Oh nee, ik ben gewoon letterlijk zojuist $50.000 armer geworden aan dit casino. Zullen we het nog een keertje doen? Dan gaat hij nog een keer op rood, dames en heren. Zullen we nog één keertje $50.000 inzetten op rood? Wat zeggen jullie? Ik wacht gewoon lekker op jullie. In de tussentijd, abonneer dus zeker op mijn tweede kanaal natuurlijk. Zou super dope zijn. Ik weet niet of de subcount hier nou een beetje vastloopt. Dat gebeurt namelijk nogal vaak. Oh, hij gaat al. Oké, we hebben nog maar 8 seconden. Ik ga het gewoon doen. Oké, ik heb hem op 50.000 ingezet. 50.000 gaat nu weer elk moment van mijn rekening af. Oké, het gaat nu van mijn rekening af. Oh, yes, 50.000 van mijn rekening af. Kom op. Ga in rood. Kom op, mensen. Allemaal in de chat. Spam rood. Kom op. Daar gaat hij. Als die nu niet in rood gaat. Ja! Let's go! Oh, je bent er! Je hebt me gewoon geluk gegeven, Kevin. Let's go! 100.000 muntjes. Ik kap hierbij. Oh my god, Kevin is aangekomen. Laten we gaan naar het Lucky Wheel, dames en heren, jongens en meisjes. We hebben namelijk allebei de kleur rood. Ik heb de kleur rood gekregen. Kevin heeft niks ingezet. Maar we hebben gewoon gewonnen. 100.000. Laten we nu nog doorgaan naar het Lucky Wheel. En vervolgens gaan we door naar alles in de nieuwe update. Oké, even kijken. Zo, lopen we net wat sneller. Hoppakee. Let's go, mensen. Iedereen in de chat, dank jullie wel voor het meespammen in de chat. Want door jullie en door Kevin natuurlijk, die erbij kan staan, hebben we gewoon daadwerkelijk gewonnen. Kevin, ik ben er heel erg benieuwd naar wat jij krijgt. Al ga jij draaien aan dit rad. Dus ik zou zeggen, ik weet niet of jij al muntjes hebt. Anders moet je even naar deze mevrouw hier lopen. Deze mevrouw geeft je namelijk elke dag gratis 1000 muntjes. En met die gratis 1000 muntjes kan je dus gewoon aan het wiel spinnen eigenlijk. Dus ik wacht gewoon lekker op jou totdat jij al je geld hebt gekocht. Ik zou verder niet te veel geld uitgeven aan die muntjes. Maar ik zou gewoon lekker aan het wiel draaien. En misschien krijg je dan nog heel veel muntjes ervan terug. Ik ben er benieuwd naar wat jij gaat krijgen. Ik hoop voor je dat je deze nieuwe auto gaat krijgen. Kevin is namelijk het grote voorbeeld van een arme sloeber. En als hij dan een auto van 2 miljoen vindt, zou ik dat heel leuk voor hem vinden. Kevin! Hoeveel kost dit? Even kijken. Het kost als het goed is 1000, dacht ik. Oké, nou dat moet goed komen. Dat moet goed komen. Je hebt het geld. Let's go, Kevin! Kom op. Kevin. 1, let's go, go, go! Kom op. Hoppakee. Ja.
Kom op. Let's go. Ja, daar gaat hij, Gaat Kevin de auto winnen? Ja of nee? Uh-oh. Je gaat geld winnen. Nee, je wint RP! Nee! Dit is het slechtste wat je kan krijgen, Kevin. Oh, dit is een van de slechtste dingen die je kan krijgen. Weet je wat? Tweede keer heeft nog meer geluk. Ja, maar jij kan nu niet meer. Je kan maar één keer per dag, hè? Oh, dus nu is het mijn beurt voor vandaag. Mensen, ik ga spinnen aan het Lucky Wheel. We hebben... Daar gaat hij. Oké, there we go. Het kost trouwens helemaal niks volgens mij. Oké, kom op, geef mij de auto. Ik wil een auto. Geef mij een auto, kom op GTA. Geef mij een auto. Nee. Mystery. Ik krijg een mystery. Wat is een mystery? Huh? Ik mag een garage uitzoeken. Ik heb een auto gewonnen. Ik heb een auto gewonnen. Maar ik weet niet welke. Ik ga hem zetten in mijn Eclipse Penthouse. En ik heb dus een auto unlocked. Mensen, laten wij maar gaan naar mijn penthouse suite. En laten we maar gaan kijken welke auto ik daadwerkelijk heb gewonnen. Ik heb gewoon een auto gewonnen. Het is niet de auto die hiernaast staat helaas. Maar ik win gewoon een auto. What the heck? Dit is ziek. Kevin, ik zou zeggen, loop lekker naar buiten. Mijn auto staat er gewoon nog geparkeerd als het goed is. Hoppakee, die staat er mooi bij. Let's go. Maar wat de heck? We hebben gewoon daadwerkelijk een auto. Nou, ik heb een auto gewonnen. Mensen, ja, we gaan straks terug. Gewonnen. Want hier is natuurlijk alles voor de nieuwe update. Kunnen jullie Kevin trouwens goed horen? Laat het lekker weten in de chat. Anders zou ik hem even wat harder zetten speciaal voor jullie. Yes, laat het even weten. Laat het weten. Maar voor nu gaan we dus door naar mijn penthouse. Ik ben er echt benieuwd naar wat voor auto ik heb gewonnen. 1200 kijkers bij de stream, welkom allemaal. Oké, de captain belt gelijk. Captain, het gaat niet goed hier. Mijn auto is aardig hard gecrashed. Ik geef gewoon de captain de schuld. Had hij me niet moeten bellen. Dames en heren, jongens en meisjes. De subcount loopt denk ik nogal vast hier, oh. Dus wat ik even ga kijken, is of wij al bijna op de 100.000 abonnees zitten op mijn tweede kanaal in de tussentijd. En oh, bijna, mensen. We zitten op het moment op de 99.571. 1000 abonnees. Dus klik zeker op die link bovenaan in de chat. Abonneer op dat kanaal. Er zijn hier namelijk nu 1200 live kijkers. Dus dan zit er vast nog wel iemand tussen die nog niet is geabonneerd. En hopelijk kunnen wij dan vandaag die 100.000 abonnees halen. Mensen, we zijn bijna bij mijn penthouse aangekomen. En voor alle mensen die net pas bij de stream komen, ik heb zojuist een mystery auto gewonnen. Oftewel een mysterieuze auto. Alleen weet ik niet welke auto het is. Mensen zeggen in de chat dat Kevin een stukje harder moet. Dus... dan luister ik naar jullie en dan gaan we hem ook gewoon wat harder zetten. Kijk, nu is de subcount wel gerefreshed. Soms moet ik die even tussendoor refreshen. Maar ik ga Kevin gelijk wat harder zetten. Hallo, Kevin. Hallo. Hoe gaat het met jullie allemaal? We gaan vandaag een mysterieuze dag van maken. En ja, dat kan je wel zeggen, ja. Want we gaan hier nu even naar binnen rijden. Ik hou deze auto wel gewoon hier buiten. Want de auto's die ik in dit garagetje heb staan... zijn niet al te best, kan ik je vertellen. Ik hoop dat de auto die ik heb gekregen dat wel is. Maar ik zou zeggen, Kevin, kom lekker mee naar binnen. En dan gaan we erachter komen wat we hebben gewonnen. Klik natuurlijk ook op dat duimpje omhoog. We zitten bijna op de 1000 likes. Ach, je doeken, dankjewel voor... Oh my god. Nee, dit meen je niet. We hebben een motortje gewonnen. Oh. Wat is dit voor motor? We hebben letterlijk... Oké, de Dinka Enduro. Ik ben er benieuwd naar wat die kost. Ik kom zo meteen gelijk naar buiten. Ik ben er benieuwd naar wat de Dinka Enduro kost. Ik ga gewoon gelijk kijken of die op deze site staat. Op deze site staan meestal wel de dure dingetjes, maar... ik denk niet dat hij erbij staat, persoonlijk, eerlijk gezegd. Maar staat de Dinka erbij? Nee, die staat hier niet bij. Laten we dan gewoon gelijk gaan naar Southern San Andreas. Dan filteren we hem op, even kijken hoor, motorcycles. Hoppakee. De Dinka Enkura heette die, dacht ik. Hoeveel is die waard? Ik bedoel, ik heb hem gewoon gekregen, weet je. Dus daar zouden we op zich niet over kunnen zeiken. Hij is $48.000 waard. Het is niet de meest spectaculaire motor... Ik ga hem dan ook niet meenemen, want dit ding is waarschijnlijk echt heel zacht. Of heel zacht. Dit ding rijdt heel zacht. Dus die laten we gewoon lekker achter ons. Die hebben we niet nodig vandaag. Maar wat we wel kunnen gebruiken is deze mooie wagen hier, oh. Laten we die gewoon lekker meenemen. Maar we moeten hem wel eventjes maken. We moeten wel in stijl aan... Nou, weet je wat? Laat dat gewoon lekker zitten. We gaan gewoon gelijk naar de nieuwe dansclub. Mensen, dames en heren, jongens en meisjes. Wij gaan nu rijden naar de nieuwe soort van muziek area. En we gaan kijken wat we daar voor missie kunnen doen. Want dat is dus de nieuwste missie. En die gaat dus waarschijnlijk ook over het nieuwe eiland. Daar kunnen wij ook een onderzeeër kopen. En al dat soort dingetjes. Dus dit gaat
gewoon episch worden, hoop ik. Nou, ik hoop wel dat de mensen hier op deze weg een beetje uitkijken, want ik rij als een of andere wegpiraat mokerhard over deze snelweg. Dus ik hoop dat de rest dat niet gaat doen, zodat ik er gewoon lekker tussendoor kan blijven rijden natuurlijk. Maar we zijn er tenminste wel bijna, dus dit gaat lekker. Oh, bochtje maken. Wow! Oh my god, dat is nog redelijk gegaan. Ik ben een beetje duizelig nu, jongen. Ja, ik ben ook een beetje duizelig, dat kan je wel zeggen, ja. Oh my god. Alrighty, maar we zijn er. Kunnen wij hier ergens de auto parkeren? We hebben wel een parkeerplaatsje nodig en die kunnen we hier niet echt kwijt. Dus laten we gewoon mijn auto even aan de valet service afgeven. Of trouwens laten we dat niet doen, anders moeten we hier naar binnen. Dat wil ik niet. Maar we zijn aangekomen bij de nieuwe dans. Oh, je moet wachten tot ik stilsta, Kevin. Want okay. Dan moet je me nog een klein beetje harder zetten. Ah joh, weet je. Je moet me nog een klein stukje harder zetten en dan zal ik dat zo meteen gelijk even doen. Yes. Alright, maar voor nu lopen wij lekker naar deze muziekclub. Wacht, ik ga Kevin eerst even wat harder zetten, want dan horen jullie natuurlijk ook wat Kevin allemaal zegt. En gaan we dan lekker dansen? Gaan wij lekker dansen zo? Wij gaan zeer zeker lekker dansen, Kevin. Dat kan je wel. Heerlijk. Lekker dansen. Lekker de moves dansen. Laten zien. Alrighty. Gekke Fortnite dansjes. Mensen doen de Fortnite dansjes in GTA doen. Oh my god, mensen! Laten wij maar naar binnen lopen. Ik ben er benieuwd naar wat we hier binnen kunnen vinden allemaal. We gaan gewoon lekker naar deze soort muziekclub naar binnen lopen. Hallo, hallo, hallo. En dit is dus helemaal nieuw. Dit is allemaal nieuw. Dus Kevin, ik zou zeggen, loop lekker mee naar binnen. We gaan even kijken. Ik ga ook naar binnen. Wat wij hier allemaal kunnen vinden. Enter alone, enter with nearby friends and crew. Oké. Ik neem je mee naar binnen. Wow, ik ben binnen. Wow! Wat is dit? Hè? Meet Miguel Madrazo at the VIP area. Oké, Kevin. Ik ga jou even inviten voor mijn organisatie. Het zou namelijk zo kunnen zijn dat ik jou daarvoor nodig heb. Dus alsjeblieft, ik heb jou geïnviteerd. Die moet je even joinen. Dan kan je naar je telefoon gaan. Rechts onderin staat een soort van eliminatieteken. En daar staat hij als het goed is bij. Daar moet je even op joinen. Oh ja. Als het goed is, kom je er dan in. Oké, yes. Je zit erin. In me and army. Oké. Maar we moeten hier dus nu even naar binnen lopen. En we moeten even langs deze beveiliger. Maar er is dus iemand die ons hier ergens wil spreken. In de VIP area. Wow! Gaan we dansen? Er is hier gewoon een hele dansclub. Kunnen we mee dansen? We gaan dansen. Maar we kunnen niet dansen. We kunnen niet dansen. Oké, ik kom. Oh, dit is een heel raar dansje. Oké. Maar laten we naar beneden gaan. Hier beneden staat dus als het goed is iemand op ons te wachten. Dus laten we gewoon lekker naar beneden lopen. Maar waar is die? Wow! Hier kan je dansen. Ik hoor de muziek trouwens niet. Ik hoor de muziek niet. Ik moet de muziek aanzetten. Ik dacht al van, wat is het hier stil? Music. Hoppakee, let's go! Oké, hold L te dansen. Let's go, Kevin! We zijn gewoon aan het dansen in de nieuwe update. Oh, heerlijk. Oké, ik stop wel met dansen. Wij moeten hier nu namelijk naar achter, naar de VIP area. Hier hebben wij dus de VIP area. En als het goed is, kan deze beveiliger ons hier inlaten. Yes, daar zijn we dan. Oké, de muziek gaat heel even uit in de tussentijd. Oh, hij wil ons niet naar binnen laten. En die man zegt, het is oké. Ze mogen naar binnen komen. Oké, laten we kijken wat we hier allemaal te zeggen hebben. Dit is dus een nieuw karakter in GTA Online. En met hem gaan we dus aardig wat geld verdienen, denk ik. Oh, wat? Oh, dit is de zoon van Martin Madrazo. Oh my god. Martin Madrazo is een van de grootste miljonairs van GTA 5, van de storyline. Yo, Shuffle, welkom bij de stream, man. Dance, inderdaad. Oké, laten we kijken wat ze allemaal te zeggen hebben, mensen. Ze wordt even gemasseerd. Ze heeft het even nodig. I'm the now guy. Hij zegt, yo, ik ben de freaking dance guy. Ik ben de gozer van nu. Oké. Die moeder zit ook echt van, ja, jij hebt goede dingen gedaan, jongen. Jij hebt goede dingen gedaan. Zit even zijn ego te strelen. Alright. Oh, dat is de verkeerde foto. Dat is de foto van zijn vriendin. Oh, deze guy. Oh my god. Oh, het is iemand uit Colombia. Oh, gaan we naar Colombia, mensen. Alrighty, we gaan naar het nieuwe eiland, mensen. Dat denk ik tenminste. We gaan waarschijnlijk naar het nieuwe eiland in GTA 5. Oh, die moeder geeft hem allemaal kusjes. Wie gaat er dan ook met zijn moeder naar de club toe? Ik snap het niet. Hij krijgt wel een lekker flesje, jeetje. Oh, daar komt die vriendin van die moeder ook gelijk even aangelopen. Oh, wow!
Oké, okay, doe pop even een champagne flesje. Doe maar. Alrighty, we moeten dus een bepaalde bestanden zien te komen voor hem. Hij geeft ons nu dus een missie en die moeten wij waarschijnlijk voltooien. En het gaat wel te maken hebben met het nieuwe eiland in GTA 5. Hij doet alle beveiliging, wij moeten het gewoon doen. Oké, okay. Duidelijk. Ja. Oh, hij heeft het over een very big payday. Het gaat over geld, mensen. Daar hou ik van, daar hou ik van. Oké, hij heeft wel een A-team nodig. Hij heeft een goed team nodig hiervoor. Oké, AK-boy, dankjewel voor het abonneren op mijn kanaal. Abonneer dus ook op mijn tweede kanaal. Bijna 100.000 abonnees natuurlijk. Dat is ook de subcounter die jullie hier kunnen zien. Oh, ze heeft er niks van verstaan. Oh my god, die guy komt er ook weer bij natuurlijk. Waar ook maar een feestje is, die guy met die soort hippie ketting komt er altijd even gezellig bij zitten. Het is ook ongekend, die gozer. Maar we hebben het over het eiland. Oh! Mensen, we gaan naar het eiland! Ik heb hier zin in, ik heb hier zin in. Mensen, klik natuurlijk op dat blauw duimpje omhoog, heb je dat nog niet gedaan. Want we gaan naar het eiland. No expense spared. The hottest okay, girls, okay. The biggest names. Oh, his go-to, yeah, Dave, yeah, yeah, the yeah. Rave, the dream maker. He the dream maker. Hij heeft een beetje een Brits accentje, dat kan je wel horen. Ja, ja, ja. Kunnen we dit skippen? We kunnen dit niet skippen! Ik heb het nu wel gehoord allemaal. Ik wil gewoon weg uit deze club. Maar we gaan wel veel geld maken, denk ik. We gaan wel veel geld maken. Zit jij nu ook in de cutscene? Ja, toch? Ja. Ik zie jou, ja. Ik zie mezelf alleen niet. Oh, je ziet jezelf niet? Wat? Nee, maar ik zie jou wel. Oh, wat apart. Ja, jij staat daar nog ergens de Jens achterin, volgens mij. Ja, dat denk ik. Lekker mensen, we zitten bijna op de 1000 likes, trouwens. Dus klik zeker op dat duimpje omhoog. Oh, submarine! Hij is echt submarine. Hij gaat een onderzeeën regelen. Oh, I like. Dat zijn coole dingen. Ik wil naar dit nieuwe eiland gaan. Ik wil weten waar het is, want op de map kan ik het niet zien. Ik wil er naartoe vliegen, ik wil het verkennen, alles. Ik wil naar dit eiland. Oké. Ja, ik voel je. Ik schud je. Oké, good. Alright, mensen, we gaan het allemaal doen. Oké. Kevin, we zijn één keer klaar. We kunnen wat dingen gaan kopen. Oh, hij gaat weer mee met zijn moeder. Ik snap nog steeds niet waarom hij uitgaat met zijn moeder. Zit hij tussen al zijn vrienden, gaat hij uit met zijn moeder. Yo, we kunnen weer verder, Jensen. Bam, bam, bam. Oké, mensen, laten wij lekker naar... Jij staat ook gewoon lekker te dansen hier. Heerlijk. Heerlijk. Mensen, we gaan lekker naar boven toe. Want wij kunnen nu dus daadwerkelijk een submarine gaan kopen. En... Oké. Kevin, al koop ik dus de submarine. Die kost $2 miljoen. Dan pas kunnen wij de heist doen. En dan kunnen wij dus als het goed is ook naar het eiland toe. Dat gaan we doen, toch? Of niet? Dan kunnen we lekker warm op het eiland zonnebaden. Ik hoop dat het daar lekker warm is. Ik hoop dat het daar ook gewoon gezellig is, weet je. Als het daar niet gezellig is, dan hebben we er niet zoveel aan. Nee, en maar lekker Kevin, weer natuurlijk. Laten we even naar mijn auto gaan. We gaan even kijken wat voor onderzeeër we gaan uitkiezen allemaal. We gaan gewoon lekker rustig aan kijken. Mijn auto staat hier nog geparkeerd. Kijk uit voor die mensen, joh. Jongen. Oké. We zijn tenminste wel weer lekker warm aangekomen in de auto. Of weet je wat? Ik heb een beter idee. Kevin, volg mij maar. We gaan hier naar binnen. Ik heb hierboven namelijk een mooi huisje. Daar heb ik een mooie computer staan. En daar gaan wij in stijl onze nieuwe onderzeeër uitzoeken, ja? Dus dan ga ik naar mijn penthouse toe. Jij mag buiten wachten, want dan kan ik jou zo meteen meenemen. Ja. Tuurlijk, jij hebt ook nog een penthouse. We hebben hier gelijk een debbend standbeeld. Oh my god. Kevin, ik invite jou naar binnen, ja? Even kijken. Top. Serial error. Ja. Hoppakee, we hebben hier gewoon een debbend standbeeld staan. Wat doet die hier nou weer? Ik heb geen idee, maar als het goed is, heb ik hier dus ergens een computertje klaarstaan. Dat is, dacht ik, het feestgedeelte. Ja, kijk dit dan. Ik heb hier een debbend standbeeld. Maar als het goed is, kunnen wij hier dus... We kunnen ook even roomservice bestellen. Misschien kunnen we even een pizzaatje. Nou, weet je wat, laat het maar zitten. We moeten gewoon even dit ding bestellen, joh. Ik wil gewoon mijn nieuwe submarine hebben, dames en heren, jongens en meisjes. Maar waar staat mijn computer? Ik weet niet waar die staat. Staat die in de bad... Nee, het lijkt me niet dat er een computer in de badkamer staat. Waar staat mijn computer? Waar heb ik mijn computer gelaten?
een penthouse, maar ik heb geen computer. Hoe kan dit nou weer? Heb ik hem in mijn slaapkamer toevallig een laptopje liggen? Nee. Oh, dit is de guest bedroom. Oké, dit is apart. Laat hier anders... vast, hier. Ja, hier zou een computer kunnen staan. Hier is een kantoortje, dacht ik. Hier niet. Dit wat is het voor groot gebouw, man? Ja, dit is een penthouse. Hier is mijn computer. Ik heb hem gevonden. Hier kan je zo schokken. Ja, nee, ik heb mijn kantoor gevonden. Het is een beetje lastig soms in zo'n penthouse, ik weet het. Maar ik heb hem gevonden. Oké, we zijn er tenminste. Daar komt het tenminste wel op neer. Let's go. We kunnen lekker even plaatsnemen achter de Master PC natuurlijk, Hiro. Laten we dan even kijken wat wij kunnen komen. Ik zie mensen in de chat die zeggen, yo, heb ik wat gemist? Nou ja, ik kan je vertellen, je bent net, maar dan ook echt net op tijd. Want we gaan letterlijk nu... De nieuwe submarine. En die kunnen wij dus hier vinden. Nu kunnen we hem dus wel kopen. En wij kunnen dus alles samenstellen. We kunnen hier een kleur samenstellen. Oh, dit is wel lijp. Dit is wel heel lijp. Eigenlijk wil ik hem het liefst denk ik gewoon helemaal... Dit is een beetje de standaard kleur, weet je. Het liefst zou ik hem in het zwart willen hebben. Dat kost me wel $75,000 om dan helemaal een kleurtje te geven. We zouden hem ook helemaal rood kunnen maken. Maar weet je wat het is met een onderzeeër? Met een onderzeeër wil je juist geheime missies kunnen voltooien. Je wil zo min opvallend mogelijk overkomen eigenlijk. Dus we doen dat gewoon lekker. Dus dan doen we de roze kleur. Roze. Staat hij er? Er staat geen roze kleur. Nee, er staat geen roze. Er staat wel fel rood. Maar ik ga denk ik gewoon voor de zwarte kleur. Ik vind dat er ook echt het ziekste op staan. We kunnen er wel een vlag op zetten. Er staat de Nederlandse vlag ertussen. Dat zou wel vet zijn. Ja, die staat ertussen. We hebben gewoon een Nederlandse vlag erop. Oh my god, een sonar station. Jeetje! Een sonar station kost $1,2 miljoen. Ja, weet je wat? We doen die er gewoon bij. Guided missiles, $1,9 miljoen. Gewoon doen, want we hebben genoeg geld, of niet? Oh my god, een weapon workshop kost $350,000. Ook veel, maar hey, het is wat minder. En moonpool vehicles. Wat is dat dan? Moonpool vehicles. Hier kunnen wij dus daadwerkelijk... zeevoertuigen, watervoertuigen, zoals een waterhelikopter meenemen voor $1,8 miljoen. En kunnen we nog... Nee, joh. En je kan er een mokerziek onderzeeër bij doen. Maar weet je wat dit ding me dan kost? Dit is letterlijk een van de duurste dingen die ik ooit heb gekocht in GTA. En oh my god. Oké, je mag raden wat het kost. Ik zit nog voor de prijs op mijn stream. Mensen in de chat, jullie mogen meeraden wat het kost. 5 miljoen. Wat als ik je vertel dat het nog meer is? Nee, joh. 10 miljoen. Oké, net iets minder. 9 miljoen. $9 miljoen. Het is $9 miljoen! Dat is veel geld! God! Oh, ik zie ook iemand in de chat zeggen, hoe heb je zoveel geld? Ja, ik had een keertje een klein trucje op mijn account gedaan. waardoor ik dat even kon halen, dus vandaar. Maar, daar kan je echt heel veel taart van halen. Wat de heck. Ik heb dus $120 miljoen, maar op deze manier gaat het er aardig snel vanaf als ik nu $9 miljoen uit ga geven. Met één klik op deze knop... ben ik $9 miljoen armer. 9 miljoen! Wie verzint dit? Maar ik ga het wel kopen. Alles moet erop en eraan zitten. Het moet tot in de puntjes perfect zijn. Dames en heren, jongens en meisjes, zal ik hem kopen? Zeg dan ja in de chat natuurlijk. In de tussentijd, vergeet niet te abonneren op mijn tweede kanaal. Al heb je dat nog niet gedaan. We hoeven er nog maar 388. Dus deel het met zoveel mogelijk mensen. Want hoe vet zou het zijn, al kunnen wij vandaag die 100.000 abonnees halen op mijn tweede kanaal. Linkje naar mijn tweede kanaal staat bovenaan in de chat. En mijn tweede kanaal heet AlexKlein2, al wil je hem opzoeken. Ik zal iedereen zo meteen ook een shout-out geven die abonneert op mijn tweede kanaal. Zoals Elakda11, dankjewel Elakda11 voor het abonneren op mijn tweede kanaal. Mohammed Shakur, dankjewel voor het abonneren op mijn tweede kanaal. Dikke, maar dan ook echt een dikke shout-out naar jullie. Iedereen in de chat zegt dat ik het daadwerkelijk moet kopen. Iedereen zegt dat ik hem moet kopen! Kevin, dit gaat een rip uit mijn lijf worden. Dit gaat oprecht een rip uit mijn lijf worden. Maar ik denk inderdaad ook dat het moet. Maar ja, weet je wat? Laten we dan wel. Ik ga nu zoveel geld uitgeven. Willen jullie dan wel zo aardig zijn om te abonneren op mijn tweede kanaal? Dat zou ik super tof vinden tenminste. Ik ga gewoon op koop drukken in 3, 2, 1. Jullie zien hem hier ook naast me. Oh, we moeten nog een keer op koop klikken. Oh, 9 miljoen gaat van mijn rekening af. Oh ja, nee, joh. Oh nee, joh. Oh, nee. Dit doet oprecht pijn in mijn hart. Dit doet pijn in mijn hart. Dat is niet normaal. Mensen zeggen in de chat, wat is je tweede kanaal? Mijn tweede kanaal is AlexKlein2. Dus letterlijk Alex Klein, maar dan spatie 2 nog. Maar hij staat ook bovenaan in de chat. Oh, ik word gebeld door Pavel. Hallo Pavel. Ik ben de kapitaan nou. Reporting for duty. Si, si.
Well, that's me. That's you. And I will give you the tour and we will talk about what Mini Madrazo has in store for us. Okay, this will be fun. Wacht even, ik word gebeld. Oké. Okay. Mensen, ik ben dus gebeld door een of andere guy uit Colombia, uit dat eiland dus, waar wij zo meteen heen gaan. En hij heeft mij gebeld van, ik heb jou dus nodig, jij hebt de submarine gekocht, jij bent nu de captain. We hebben je nodig, daar komt het gewoon op neer. Dus dames en heren, jongens en meisjes, laten we kijken waar ik mijn submarine kan ophalen überhaupt. Ik heb namelijk echt oprecht geen flauw idee waar mijn submarine zou moeten staan. Je hebt juist 9 miljoen besteed aan een duikboot en je weet niet waar die is? Nee, ik weet oprecht niet waar die is. Wat? Oké, Kevin, ik heb een ideetje. Laten wij wel in stijl gaan reizen, ja? Ik pak gewoon mijn telefoon erbij. We halen gewoon de roomservice erbij. En we gaan even kijken wie wat voor autootje we voor kunnen laten rijden. Even kijken. We kunnen ook een limousine service doen. We kunnen naar het vliegveld gaan. Daar hou ik wel van, hoor. Zullen we een limousine service doen naar het vliegveld? Nou, daar houdt Kevin wel van, ja. Ja? Oké. Dan daar hou ik wel van, ja. Dat doen we. Ik vind het best. With associates. Ja, we gaan naar het vliegveld, Kevin. Nou, heerlijk. We gaan naar het vliegveld, daar gaan we een vliegtuigje pakken. Ik bel mijn gouden jet wel gewoon of wat dan ook. En vanaf daar gaan we naar mijn onderzeeër. Die gaan we opzoeken. Ik ga bellen, ik ga iedereen bellen die ik ken. En dan gaan we even kijken. Daar gaan we! In de limo! My god. We zitten nu gewoon in de limo naar het vliegveld toe, dames en heren. We gaan wel gewoon lekker in stijl reizen natuurlijk. Ik bedoel, waarom ook niet? Waarom ook niet? Mensen, klinkt natuurlijk zeker op dat duimpje omhoog. We zitten hier met 1600 live kijkers. We zijn aangekomen op het vliegveld. Dankjewel, meneer de limo. Wat een topservice, hè? Wat een topservice. Niet normaal. Ja, geweldig. Alleen zitten wij nu wel met een probleempje. Ik heb hier namelijk nu geen auto staan. Dus weet je wat we dan doen? Weet je wat we doen? Nee, let op. We mogen niet... Wow. Kevin! Wow. Meneer! Wat is dit? Kijk, ik heb een auto geregeld. Kom maar, hoor. Oh my god, ja, ik stap gelijk in. Oké. Okay. Ik kan er niet in. Even kijken, hoor. Ik kom er net dit niet in. Dit is de luxe. Ik kom er niet in. Ik ga naar een andere! Tuurlijk! Oké, weet je, dat kan ook. Nee, ik heb politie achter me aan! Oh my god, ik wou nog gewoon alles zo netjes mogelijk doen. Maar ik ruk één iemand uit de auto en ik krijg gelijk politie achter me aan. Lester, ik heb je nodig. Ik moet van mijn politie afkomen, maar ik wil naar mijn onderzeeër. Ik heb net 9 miljoen dollar uitgegeven aan een onderzeeër en ik heb geen flauw, maar dan heb ik echt geen flauw idee waar die is. Dus dat is wat minder. We hebben trouwens dezelfde auto's, maar we kunnen hier even skirten naar beneden. Dit gaat fout. Skirt! Hoppakee, let's go! Oké, laten we hier even naar binnen gaan. Hallo meneer de beveiliger. Dankjewel. We mogen er... Oh my! Wat doe jij nou? Ben je helemaal gek geworden, joh? Oh, Kevin, je moet heel even achter het hek staan. Je moet hem even open doen voor me. Topper ben je, topper. Let's go! Oké, mensen, we zijn op het vliegveld. Wat is er? Ik krijg een berichtje dat zo'n ding is er. Huh? Ja! Waar is die? Oh my god, hij ligt helemaal hier! Oké, ik heb hem gevonden. Kevin, waar? Ik ga mijn gouden vliegtuig bellen. We gaan in stijl er naartoe vliegen, ja? Doen we. We gaan oprecht. We zijn met een limo naar het vliegveld gekomen. En nu gaan we in stijl naar even kijken hoor. Nu gaan we in stijl naar onze Luxor Deluxe. Die bellen we erbij. Maar we gaan in stijl naar onze... Oh, hij staat hier gelijk naast! Naar onze submarine, dat wou ik zeggen. Ik zou zeggen, zet je auto er niet voor natuurlijk. Hoppakee, ik vlieg. Ja, zo kijk. Als jij de F-toets ingedrukt houdt, dan kom je als het goed is achterin te zitten. En dan kan je gewoon lekker drankjes doen wat je wil. Ah, heerlijk. Ik kom er één keertje bij zitten. We gaan één keertje even samen een drankje doen, ja? Maar kan ik jou wel vertrouwen dat jij gaat vliegen zo? Ja, joh. Ik heb een vliegprofet alles. Je wil niet weten. Oké, Kevin, ik kom lekker bij je zitten, jongen. Even drinken, champagne. Jij zit naast me! Oh my god, je zit naast me. Oké, ik moet wel vliegen, dus ik weet niet of... weet je wat, we doen gewoon één glaasje champagne, dat mag dan wel. Let's go! Mensen, we gaan echt in stijl naar onze nieuwe submarine toe. Ik heb hier zoveel zin in, bijna 2000 live kijkers. Super ziek dat jullie er allemaal bij zijn. Dat is echt insane voor GTA, had ik niet verwacht. Dus welkom allemaal bij de stream. Super dood dat jullie erbij zijn. Voor de mensen die hier net bij komen en denken van... Wat is die subcounter die je boven je hoofd hebt staan? Dat is de subcounter van mijn tweede YouTube-kanaal. Alex Klein 2 heet die. En daarop kan je abonneren, zou ik super tof vinden natuurlijk. Want we zitten bijna op de 100.000 abonnees. En ik zou het super erg waarderen. Ook kunnen wij dat vanavond halen. Want we hoeven er letterlijk nog maar 390 op dit moment. Maar we zijn aangekomen in ons gouden vliegtuig. Lekker dronken. Ja, weet je, één glaasje champagne, dat kan er wel in natuurlijk. Waarom niet? Alrighty, gebruik je de submarine niet? Oh ja, ik ga zeker die submarine wel gebruiken. Maar wat we gaan doen, is we gaan met het vliegtuig naar de submarine. En eigenlijk hadden we een watervliegtuig moeten bellen. Dat besef ik me nu pas. Maar ja, nu moeten we het maar zo doen.
Hoe lang gaat de stream duren, Alex? Ik heb oprecht geen flauw idee. Ik heb namelijk nog geen idee van wat al deze missies en alles gaan worden. Maar daar gaan we allemaal achter komen. Ik ben benieuwd. Alrighty. Kevin, daar gaan we dan! Oké, we staan klaar op de baan. Bijna 2000 live kijkers ook gewoon. Dit is echt in freaking sane, dames en heren. Maar we zijn aangekomen in het vliegtuig. We gaan even contact opnemen met de vliegtuigtoren. Dames en heren, jongens en meisjes. Are we ready for takeoff? Oftewel, mogen we de lucht in? Ik denk het wel. Let's go! Je hebt toestemming. Let's go! We hebben de toestemming gekregen. Hoppakee. Let's go. We moeten eerst een klein beetje vaart maken. Hier in ons gouden vliegtuig. Kijk dan hoe dit ding eruit ziet. En dan gaan we dan. Let's go! Hoppakee. Heerlijk. Oké, maar we moeten wel helemaal de andere kant op. Dus ik vlieg nu richting mijn jacht. Maar we moeten niet naar mijn jacht toe. We kunnen ook met mijn jacht er naartoe varen, denk ik. Maar dat gaan we niet doen. We pakken gewoon lekker de submarine erbij. Dus let's go. Waar ik net 9 miljoen dollar aan heb uitgegeven. Het is niet normaal. Let's go. Voor wat haalt die 100k? Deze subcount is voor mijn tweede kanaal. Ik heb namelijk ook een tweede YouTube kanaal waarop ik dagelijks video's upload. En daarom zitten we dus bijna op de 100.000 abonnees. En ik zou het heel erg waarderen dus als we dat vandaag al kunnen gaan halen natuurlijk. Want we zitten op het moment dus al op de 99.600 abonnees. Wat super dichtbij is. Dus het linkje naar mijn tweede kanaal staat ook bovenaan in de chat. Maar we zijn er bijna tenminste. We zijn er bijna. We vliegen lekker door. Hoppakee. Ik doe de muziek wel ietsje harder aan. Let's go. Je hoeft zelfs nog maar 300 abonnees. Echt waar? Ja, het is 99.7. Echt? Dan loopt mijn subcount heel erg achter. Wat is dit nou weer? Ho, we komen close. Mensen, we zijn nog maar 300 abonnees verwijderd blijkbaar. Mijn subcount loopt heel erg achter. Oh my god. Mensen, we zitten bijna op de 100.000 abonnees. Oh my god, mensen zeggen ook in de chat, is dit roleplay? Nee, dit is gewoon lekker in GTA 5 online. En dit is lekker de nieuwe update die we vandaag gaan spelen. Maar we moeten hier een of andere duikvlucht maken. Kevin, hou je vast! Wat doe je, jongen? Oh my god, hou je vast! Ik zie hem wel liggen, ik zie hem liggen. Oké, Kevin, we moeten springen. Ik ga één stuk omhoog, ik ga omhoog. Dan pakken we de parachute. Er liggen twee parachutes in het vliegtuig. Pak er eentje, de andere is voor mij, ja? Ja, ik heb er één. Oké. Je kan springen. In 3, 2, 1. Oké, go Kevin. Go. Ik ga erachteraan. Oh, we moeten het vliegtuig verlaten. Kom op, let's go. Oké, we moeten vol naar beneden gaan hier. Hier beneden. Dat is groot. Yo, dat ding is huge. Hij is... Oh my god. Wat? En ik heb een of andere mooie regenboogparachute gekregen. Maar wat de heck? Dit ding is huge. Dat is niet. No freaking mal. Pegasus stuurt me gelijk een berichtje van... Yo, wat heb je gedaan met je vliegtuig? Wat? Dit is gewoon een mokergroot gebouw op het water, lijkt het wel. Wat, Kevin? Kom alsjeblieft hierachter staan. Kom hierachter. We gaan vanaf hierachter gaan we even alles bekijken, ja? Oké. Wat? Oh my god. Mensen, klik zeker op dat duimpje omhoog. Al wil jij zien hoe de binnenkant eruit ziet van dit moker. Maar dan ook echt mokergrote ding. Dit is gewoon een soort van gebouw op het water. Mensen, we hebben het overleefd. Mijn vliegtuig ligt hier ergens in de zee. Kevin komt er lekker aangezwommen. Oh my god, kom je erop, jongen? Ik weet niet eens of je erop kan zwemmen. Kan je erop komen? Oh, het lukt je een soort van. Ik denk dat het hier het beste lukt. Ja, hier kan je er beter op lopen. Ja, nee, ik ben er. Oh, kijk, super. Mensen, we zijn aangekomen op de locatie. En laten we gewoon even doorlopen. Maar ik wil eerst kijken of die subcount nu kan refreshen in de tussentijd. Ik zie hier iets. Ik zou even mijn hamer pakken. Hier is een schroefje los. Zit er een schroefje los? Ja, ik heb mijn hamer in mijn hand. Yo, je gaat toch niet vertellen dat er hier een schroefje los zit als we straks onder water houden gaan? Ja, hier zit ook een schroefje los. Hier. Die bril van jou. Wacht even hoor, Kevin. Ik ga hem heel even repareren hoor. Oh. Ja, hij is gemaakt. Mensen, we hebben hem gemaakt. We kunnen zo meteen onder water gaan met dit ding. Ik hoop dat we dit ding ook daadwerkelijk gewoon zelf kunnen besturen. Maar we gaan even een kleine tour nemen. Ik ga lekker voorop, Kevin. Want we hebben hier dus, zoals je kan zien, een enorm, maar dan ook echt een enorm schip in het water. Hij staat echt in the middle of nowhere. Maar we kunnen hem dus, als het goed is, ook gewoon daadwerkelijk verplaatsen. Iemand belde me net namelijk op met een ontzettend leuk soort Spaans accentje. Dat ik zelf mocht bepalen waar ik hem helemaal heen reed. Maar wat hebben we hier? We hebben hier dus een soort roosters. Kan je daarin lopen? Nee, zijn dat niet raketten? Oh, dit is mijn afweersysteem volgens mij. Dit zijn mijn raketten. Oh, daar moeten we daar zeker niet op lopen. Oh, nee. Oh my god, daar zitten dus blijkbaar mijn raketten. Hier hebben wij, denk ik, de ingang ergens. Ik kan hem alleen niet precies vinden nu nog.
Oh, oh, oh! Oh, val je nou naar beneden? Oh, en we hebben hier een Nederlands vlaggetje. Kijk dan. Ja, okay, slag me er vanaf. Ik ga naar beneden. Oh, hoppakee. Heb ik hier er vanaf geduwd? Oh, ik heb de ingang gevonden. Hier is de Alex, ingang. Wat, zie je die boot daar? Ja. Wat zou die boot wel niet denken van onze boot hier? Ja, maar zou dat een spion zijn, vraag ik me dan af. Zullen we even kijken? Nou, wacht even hoor. Ik ga even kijken. Er zitten twee mooie vrouwen in, Alex. Nee, dat is een spion. Dat zijn spionnen. Kijk, goed zo. Hoppa, weg ermee! Zwemmen ze nog weg? Ze mogen niks weten. Ja, maar zij hebben dit nu gezien. Zij mogen niet weten dat wij hier liggen. Oké, eentje zwemt daar. Eentje zwemt daar. Oh nee, die is dood. Laat maar. Oké! Mooi. Mensen, we zijn er weer vanaf. Dit is geen eiland, maar een onderzeeër. Nee, klopt. Maar in deze update is ook een nieuw eiland gekomen. En daar kunnen wij dus als het goed is heen met deze onderzeeër alleen. Dat is tenminste wat ik net te horen kreeg. Dus laten we gewoon lekker naar binnen lopen. Enter with nearby friends and crew. Let's go! Hoppakee, we draaien de deur open! Ik ben er benieuwd naar wat hierin gaat zitten. We gaan er nu allemaal achter komen. Oh my god! Wow. Mensen, klik zeker op het duimpje omhoog. Oh, daar gaan we dan. De muziek moet heel even uit. Ik hoor iemand zingen. Dit is die guy met dat Spaanse accentje van net. Oh my god, mensen, we zijn nog maar 200 abonnees verwijderd trouwens. Oh my god, we zijn letterlijk nog maar 200 abonnees verwijderd. Ik weet alleen niet of deze... Ja, hij is aangepast. We zitten zo dicht bij die 100k. Dit is die Spaanse man die me net belde. Hij zegt, welcome on board. Heeft hij op. Beautiful, yes. Deze man komt dus uit Colombia waarschijnlijk. Hij heeft namelijk ook een heel Spaans accentje. Colombia spreken ze volgens mij Spaans. Maar laten we kijken wat hij allemaal te zeggen heeft. Hij is lekker bezig tenminste. Dat is iemand zeker. Maar hij gaat zichzelf... Yo! En cook. Oh, hij kookt ook. Nou, dat is goed om te weten. Oké. Wow, we kunnen hier gewoon letterlijk naar het water kijken. Waarom zit daar een luik met water? Oh. Ja, ik zat al te kijken. Van, zit er nou een lek in het schip? Maar dat is dus blijkbaar niet zo. Maar daar kan ik dus blijkbaar mijn submarine zetten. Oftewel mijn eigen mini-onderzeeër, dat ik zelf uit mijn grote onderzeeër op onderzoek kan. Dit is het lab wat ik erbij heb gekocht natuurlijk. Mokergroot lab. Heel veel mensen spammen 100k in de chat. Heb ik het gehaald? Heb ik de 100k al gehaald? Wacht, ik ga zelf even kijken hoor. Nog niet. We zijn er bijna. We zijn er bijna! Oh, er zijn er weer een paar bijgekomen. Mensen, Alex Klein 2 heet mijn tweede kanaal dus. Abonneer er zeker op, zij super dope zijn. Linkje staat in de chat. Linkje staat bovenaan in de chat inderdaad. Maar nu ook een aantal keren En Kevin, de serial gamer, dus spamt hem ook een paar keer in de chat. Yes. Oké. Hij is in de tussentijd aan het vertellen. We zitten even midden in de rondleiding. Mini Madrazo, explain me this. Oké, wij moeten dus naar iemand op zoek, dames en heren, jongens en meisjes. Wij moeten naar iemand op zoek, maar wie is dat? Naar wie moeten wij vandaag op zoek? Dat lijkt een beetje op jou. Hè? Huh? Dat lijkt een beetje op jou, die foto. Vind je dat op mij lijken? Ah, ook nee. Vind je dit op mij lijken? Grapje. Oh my god. Hij heeft het... Oh, hier gaan we het eiland zien, mensen. Hij gaat het eiland laten zien. Holy damn. Wow. Oké, dit is dus de platte grond van het nieuwe eiland, dames en heren. Alright, huh? Dit is waarom ik jou nodig heb, zegt hij ook. You are standing in it, huh? You have never had a base of operations like this before, I think, huh? Periscope. Zoveel mensen zijn me nu aan het trollen met dat ik de 100k al heb, maar ik heb het nog niet, dames en heren. We zijn er bijna letterlijk, maar het is nog niet zo ver. Ik heb het nog niet, dus abonneer snel mijn tweede kanaal natuurlijk. We zijn er letterlijk nog maar 200 abonnees van verwijderd nu. Any questions? Hij zegt nog van, yo, heb jij vragen? Ik heb geen vragen verder. Ik wil gewoon naar het nieuwe eiland. En ik denk jullie ook. We zitten trouwens ook bijna op de 2000 likes. Dat is echt insane. Oh, wow! Wat? We hebben hier gewoon een telescoop op het water. Hiermee konden we dus de spionnen zien. En misschien de mensen die ik net heb neergeknald. Misschien waren dat ook wel spionnen. Je weet maar nooit. Right. Oké, dit is dus het eiland. Beach party location. Daar zijn dus alle beach parties op het geheime eiland waar we zo meteen heen gaan. Het is een geheim eiland. Oh, ik ben er benieuwd naar. Hoor ik nou feestjes? Ja, gaat dat met feestjes gebeuren, Kevin? Dat klinkt goed. Dat klinkt heel goed. Maar ik denk dat we die feestjes... ik denk dat we er niet echt aan deel gaan nemen. Ik denk dat we gewoon gaan werken daar, oh. Ja, voor het geld. Ik denk dat wij voor het geld gaan, inderdaad. Yes. Dat wordt waarschijnlijk wel de bedoeling.
Alrighty mensen, wij zijn aangekomen op de locatie. We hebben hier dus onze heist planning room. Ik kan hier als het goed is ook daadwerkelijk, denk ik, dit ding besturen. Er lijkt... Oh, kan ik hier zitten? Ik kan hier niet zitten. Sit down. Oké, ik kan hier dus iets besturen, maar wat kan ik hier besturen? Even kijken hoor. To drive? Oh my god. Nee joh. Nee, dit gaat fout. Alex, kijk uit. Voor je dat je hem crasht. What? Ik bestuur dit ding letterlijk. Ik ben hem aan het draaien. Oké, kom op. Gassen. Ga ik vooruit. Zorg ervoor dat je... Ja, ik ga vooruit! Oh my god. What? Oké, laten we hem richting de stad krijgen anders, ja. Ik probeer hem te keren, maar dit is letterlijk het grootste voertuig ooit van GTA 5. Hij kan achteruit. Dit is super. Wat is dit, mensen? Wij zitten nu letterlijk te varen in deze onderzeeër. Dit is letterlijk niet normaal. Dit is oprecht niet normaal. Wat de freaking heck. Rijden, het heeft je 9 miljoen gekost, maar dan heb je wel wat. Ja, dat zeker. Mensen! Oké, wacht even hoor. Mensen. Ik moet even... Oké, sorry. Dit is even een leuk momentje in de tussentijd. We zitten bijna op de 100.000. We zijn er bijna, mensen. Oh my god! Nog 100 verwijderd van de 100.000. Oh, mijn webcam is weg. Even kijken hoor. Zo, nu kunnen we het beter zien, dames en heren, jongens en meisjes. We zijn nog maar 100 abonnees verwijderd van de 100.000 op mijn tweede kanaal. Abonneer er zo snel mogelijk op, al heb je dat nog niet gedaan. Ik heb namelijk nu jouw hulp nodig, meer dan ooit. Oh my god, mensen, we hebben het gehaald. We hebben het bijna gehaald. En daarna gaan we dus gelijk door naar het nieuwe eiland. Mensen, ik gooi de chatlink of de link naar mijn tweede kanaal nog een paar keer in de chat. Kunnen wij het halen? Ja of nee? We zijn er bijna! Dit moment is altijd zo mooi. Dat is niet normaal. We zitten letterlijk bijna, zoals je hier kan zien, op de 100.000. 99.000. Hebben we het gehaald. Ik zit nu echt te hopen elke keer dat ik aan het refreshen ben, dat we hem al hebben gehaald. Mensen in de chat, vergeet zeker niet te abonneren. Vergeet het kanaal niet te delen. Tweede kanaal dus, met zoveel mogelijk mensen. Want dan kunnen wij dus daadwerkelijk de 100.000 abonnees halen op mijn tweede kanaal. Oh my god, mensen. We zijn er bijna. We zijn er letterlijk bijna. Iedereen in de chat spamt ook alvast 100k in de chat. Oh my god. Gaan we het nu halen? Dat is de vraag. Abonneer nou, zie ik mensen ook in de chat zetten, letterlijk. Kom op, mensen. Klik op die abonneerknop, alsjeblieft. Dan kunnen wij namelijk de 100.000 abonnees halen. Oké, het kanaal heet dus Alex Klein 2 voor de zekerheid. Voor als je het nog niet wist dus. We zijn er letterlijk bij freaking na. Dit is niet normaal. Oh my god. Kom op mensen. Bijna de 100k. We zijn er bijna. En daarna gaan we dus weer terug naar ons schip. Oh my god. Mensen in de chat zeggen al dat ik het heb gehaald. Ja! We hebben het! Let's go! Mensen, het is ons gelukt. Oh my god. Dames en heren, jongens en meisjes. Het is ons daadwerkelijk gelukt. We hebben de 100.000 abonnees gehaald. Wajo! Dames en heren, jongens en meisjes. Man. Ik wil iedereen ontzettend, maar dan ook echt ontzettend erg bedanken in de chat. Op mijn creator studio, terwijl de subcounter is het nog niet aangepast. Maar op YouTube zie je het al wel. 100 freaking duizend abonnees op mijn tweede kanaal. Jullie zijn stuk voor stuk insane. Dit is echt niet normaal. Mensen, laten wij maar gaan kijken wat we hiermee kunnen doen. Want we kunnen dus, als het goed is, de heist starten. Dus ik ga dan gewoon even uitstappen. En als het goed is, kunnen we dan de heist starten. Laten we dat nu maar gewoon gelijk doen. Laten we de heist maar starten. Dames en heren, jongens en meisjes. Deze is niet van mijn tweede kanaal. Maar we hebben wel weer de brief. Congratulations. Oh nee, hier staat het in het Nederlands. Je hebt iets bereikt. Wat maar liefst heel weinig videomakers op YouTube gelukt is. Je kanaal heeft namelijk meer dan 100.000 abonnees. Je ziet het in een mooie spiegel hier. Het is gewoon weer gelukt. Dit is niet nor freaking mal. Oh my god. Oké, dank jullie wel er allemaal voor. Maar voor nu gaan wij natuurlijk eventjes opstaan. Oh, we kunnen trouwens ook een fast travel doen. Alright. Kevin, we gaan wat anders doen. Ik wil hem namelijk wel in de stad hebben. Prima. Ik wil hem in de stad hebben. Maar wij kunnen hem dus laten fast travelen voor 10.000 euro. En dan ligt hij dus als het goed is gelijk bij de stad.
Oh, dan doen we dat toch? Ik leg hem naast je jacht. Naast jouw jacht is dit volgens mij, of die van Brian, dat kan ook. Let's go! Wow, go! Hij gaat gewoon letterlijk, hij kan overal doorheen, joh. Dit ding kan wel tegen een stootje. Mensen, we zitten ook bijna op de 2000 likes. Dat is echt insane. Allemaal bedankt voor het abonneren en bedankt voor het klikken op al die duimpjes omhoog. Het is echt insane. Gewoon een tweede kanaal met 100.000 abonnees. Ik hoop dat de playbutton nog binnenkomt voor kerst. Daar zijn we dan met de onderzeeër. Het Nederlandse vlaggetje voorop natuurlijk. Oh my god, ik ben jarig. Gefeliciteerd met je verjaardag, Tom. Van harte gefeliciteerd, man. En jij ook gefeliciteerd, hè, met je 100.000. Ja, dankjewel. Woe! Maar, wij kunnen hier dus de heist daadwerkelijk gaan starten. En ik ben er benieuwd naar hoe dit eruit gaat zien. Oké, let's go. Noem me. Oké, ik, even kijken hoor. Dave will allow you, bla, island and scope. Oké, we worden dus toegelaten op het eiland als we deze missie doen. Alrighty mensen, we gaan naar het eiland! Oh my god, meet Dave at the LSIA private... Oké, we moeten weer naar het vliegveld, maar dit is top dat we dan hierheen zijn wezen varen. Ja. Want nu zijn we er bijna, maar als het goed is heb ik hier een helikopter staan, dus kom eens mee. Oh. Ik heb namelijk nog niet het hele schip verkend, maar hier staat, dacht ik, een... Wacht, als je hier naar beneden gaat, staat er denk ik mijn duikboot, denk ik dan. Ja. Die staat denk ik hier beneden. Ja, hier is die, kijk dan. Dit is dus mijn duikboot, hiermee kunnen we gewoon overal even onderzoekjes doen en zo. Maar ik heb hier dus, als het goed is, boven, dacht ik, een helikopter staan. Maar waar staat... Oh, die staat hier gewoon gelijk. Nou, dat is helemaal super. Laten we gewoon gelijk instappen in de helikopter, mensen. Dames en heren, jongens en meisjes. Even kijken hoor, dan moet ik nog niet de propellers aandoen alleen. Maar hoe krijg ik hem hier uit? Even kijken, hoe werkt dit? Oh, daar gaan we! Wat? Er zit gewoon een klep hierboven! Wat? Dit is ziek. Dat is niet normaal, mensen. We zijn boven met onze helikopter. Let's go. En we moeten nu dus naar het vliegveld. Let's go. Insane. We hebben gewoon een helikopter. Dit is ziek. Alrighty. We worden nu dus gebeld weer. Of we hebben nu een oortje in. Maar wij moeten hier dus nu naar, naar de privé hangar toe. Hier staat dus een privé vliegtuig klaar voor ons, denk ik. En met dat vliegtuig... Oh, ik zie het vliegtuig al staan. Het zijn twee vliegtuigen, Kevin. Mensen, we gaan naar het nieuwe eiland toe. Het is zover. Iedereen, dit is waar iedereen op heeft gewacht. 2000 likes ook. Dank jullie allemaal voor het klikken op die duimpjes omhoog. Dat is niet normaal. Alright, we moeten wel gewoon natuurlijk overkomen. We moeten niet nep doen of zo. We moeten echt gewoon natuurlijk overkomen. Dus we moeten gewoon aardig zijn tegen iedereen. Oh, deze mensen gaan op vakantie. Ze gaan op vakantie! Oh, kunnen we posten? Is er een hashtag? Zeggen ze ook echt, wat de heck? Dit is geniaal. Ze zeggen letterlijk van, yo. Oh, daar is de fotograaf. Dit is die guy van het feestje. Oh, hij is zijn vriendinnen meegenomen. Oh my god. En zij worden dus letterlijk... Zij mogen gewoon gratis mee op vakantie, die meiden. En die denken echt van, wow, mogen we gewoon gratis mee op vakantie? Zijn ook alle stories aan het maken voor Instagram natuurlijk. Waarom ook niet, weet je. Alright. Daar gaan we dan. There we go. Oké. Onze piloot. Ja, dit wordt ons... Ik ga niet zelf vliegen. Oh, ik moet een foto maken. Oké, we moeten een fotootje maken. Nou, kom maar op de foto. Jetsen. Yo, ik heb de foto. We kunnen weer. Hij gaat er ook lekker bij. Ik zag alleen geen flit, maar goed. Nee, ja, maar kijk. Ook hoe je een beet pakt ook. Ik zit ook zo in het menu nog gewoon. Ja. Wat heck. Oh, er komt nog een Range Rovertje aan. Oh. Ik ben wel goed in foto's maken, al zeg ik het zelf. Zo, hé. Hoppakee. En daar komt de rest aan. Iedereen is aangekomen. Kijk, wij zijn eigenlijk wel het meest in stijl aangekomen, moet ik zeggen. Wij zijn gewoon met een freaking heli aangekomen. Maar met deze mensen gaan we dus vandaag op vakantie. We mogen niet verdacht gaan doen. Dus daar moeten we goed op letten. Maar we gaan het vliegtuig in. Ik heb hier zoveel zin in. Dat is niet normaal. Uh-oh. Ik hoorde de muziekjes. Yo, man. Yo, boys. We gaan vandaag lekker even een dagje op vakantie. Wat dacht je daarvan? Dagje Colombia, dagje naar een ander eiland dan het eiland van Los Santos. Alright. Lekker op vakantie. Hij wordt gebeld, even kijken hoor. Oh, nee baas, we hebben een probleem. De auto is weg? Oké. Oh, dit is een DJ. Dit is de DJ voor het feestje, maar er is dus iets gestolen. Omdat alles in zijn auto zat en die auto is weg. Oké, dat is apart. Geen feestje.
Geen fe- nou, het feestje gaat sowieso door. Wij zorgen ervoor dat het feestje doorgaat. Weet je, dit is dus geen foute boel. Maar we gaan het vliegtuig in, mensen. We gaan op vakantie. Let's go. Hoppakee. Moet je een duikboot hebben? Ja, je moet een duikboot hebben om hier naartoe op vakantie te kunnen gaan. Mensen, dan gaan we dan in het vliegtuig. Oh my god, we gaan naar het nieuwe eiland. Het is eindelijk zover. Let's go. Hey. Oh my god. Kijk dan, ik heb ook gewoon nog mijn masker op van mijn duikboot. Kijk dit dan. Iedereen is gewoon lekker aan het feesten alvast hier binnen. Iedereen heeft zoveel zin erin om op vakantie te gaan. En daar gaan we dan weg van Los Santos naar het nieuwe eiland, oftewel Colombia. Ik heb hier oprecht zin in. Dit is voor het eerst dat we een keertje naar echt daadwerkelijk een andere map kunnen in de map van GTA 5. Wow! Mensen, we zijn er! Oh my god, de wieletjes worden uitgeklapt. Oh, dit doet hij soepeltjes. Oh my god, daar zijn we dan. Het nieuwe eiland van GTA Online. Oh, check die auto's! Kom op, wat? Oh my god, dit is ziek. Dit is ziek. We zijn gewoon aangekomen in Colombia. Het is hier heel heet. Het was al heet in Los Santos. Pff, hier is het nog heter. Ik zit in de koffer of zo. Oh, we hebben ook... Ja, waar ben jij dan? We hebben ook allemaal nieuwe pakjes aan. Ik heb ineens een t-shirtje aan en een zonnebrilletje. Ik ben er helemaal op gekleed, joh. Ik ben er gewoon helemaal op gekleed ineens. Zo, dikke wapens. Ja joh, kan allemaal. Welcome to paradise, oftewel welkom in het paradijs, zegt hij al. Oké. Look at you. Oh my god. Everything good, huh? Light was okay, you got everything you need. Yeah, we good. Great. No problem. Amazing. No problem. Wait, are you shitting me? No, thank you. No, thank you. Oh, hij zit gewoon lekker te dansen al. Hij heeft zoveel zin in dat deze mensen op vakantie komen al. Topgozer. Nu al. Wacht totdat jullie het strand zien, zegt hij ook al. Alrighty, we moeten ons dus verheugen op het strand, zegt hij al. Oké. Ik ben benieuwd. Can you show us where to set up? Of course! Where's Gustavo? I mean it, guys. You gotta come back, huh? Alrighty, daar zijn we dan. Daar kwam nog een autootje aangereden. Wat gaat hij doen? Oh, hij komt er al gelijk aanrennen. Show them the setup. You think you can do that? Oké. Free the Panther. Hij praat Spaans, denk ik. Hij praat Spaans. Alright, now run along. Just wait, guys. Everything you asked for. Ik ben niet zo goed in Spaans. Zo glimt je hoofd. Ja, mijn lichten staan denk ik iets te fel. Ik zat er ook al naar te kijken. Dus die moet ik even wat minder fel zetten. Zo, en... Ik heb zin om dit eiland te verkennen, man. Mijn hoofd glimt nu minder, maar mijn greenscreen niet. Nou, ik ben benieuwd hoe dit eiland eruit gaat zien. En dat kunnen we zo meteen zien. Mensen zeggen ook, kan het geluid iets harder? Daar kan ik nu niks aan doen. Dat moet ik even doen als ik weer in game zit. Ik heb gewoon een t-shirtje aan. Ja, ik ook! Kijk dan, we kunnen dit autootje kijk hoe ik eruit zie! Oh, ik ga rijden. Kan je erbij? Pas wel. Hoe moet jij nu mee? We zijn gewoon letterlijk op het nieuwe eiland zo. Oh my god. Huh? Oh ja, jij moet je eigen auto pakken. Ja, is goed. Ik ga met hun praten in de tussentijd, ja? Oké, ik zal maar... Wacht even, Kevin. Ik moet mijn gamesound even iets harder zetten, hoor ik net. Yes. Ik ga met je mee zo meteen. En oh mijn god, dit eiland, het ziet er cool uit, man! Oké. Let's go. Kijk deze autootjes dan ook. Ze zijn niet heel snel alleen. Dat ben ik niet echt gewend. Maar we zijn... Dit is dus Cayo Pierco. Het nieuwe eiland. Kan je even achter me rijden? Gaan we alles een beetje verkennen zo, ja? Cool. Oh my god. Oh, er staat iemand aan de zijkant van de weg. Het zijn allemaal van die wachters of zo. Ja, ik denk het ook. Maar Colombia is echt een zwaar beveiligd land. Kijk dit dan. Er loopt hier gewoon even iemand langs met een of andere mitrieur. AK, wat dan ook. What the heck? Oh my god. Wat denk ik? Oké, we moeten hier dus naar rechts rijden nu. Okay, denk weet je? Ja, nee, maar we moeten echt hierheen. Ik heb een waypoint. Ik weet niet of jij die hebt. Nee, die heb ik niet, maar ik volg jou wel. Ik heb hem wel. Alrighty, let's go. Maar dit is dus gewoon een heel nieuw eiland in de wereld van GTA. Hier zijn ook nog allemaal mensen. Dit is zo leuk gedaan. Oh my god, hier is ook nog een heel torentje. Oh, en hier staat weer iemand met zo'n mitrieur.
Oh, we moeten nu hierheen. Daar mogen we niet heen. Nee, daar kunnen we niet langs, inderdaad. Het is hier wel echt zwaar beveiligd. Het is zo van, joh, je kan hier landen, je kan naar het feestje, maar that's it. Verder mag je nergens heen. Dan word je, dan word je waarschijnlijk gewoon neergeknald. Dit is namelijk een zwaar corrupt land, waarschijnlijk. Dus vandaar. Alrighty, there we go. We zijn aangekomen. Je moet niet zo bumper kleven, jongen. Ja, ik dacht, we gaan rechtdoor, joh. Maar... Nee, joh, we moeten hier naar de zijkant. Alrighty, daar zijn we dan. We gaan naar het feestje. Ik hoor de muziek al. Ik hoor de muziek al. Hey. Hallo. Things are going really great, zegt ze al. Dus de dingen gaan best goed, zegt ze tot nu toe. Dit is zo vet. We zijn gewoon op een nieuwe eiland. Hey man. Oh my god. Hey, I'm Scott Storch. Who sent me? I'm the backup because they couldn't make it. Wat doet deze man hier? But remind me what you who the fuck are you? Oh, hij zegt van wie de freak ben jij? One of the biggest record producers of all time. Ik ben een van de grootste record producers aller tijden, zegt hij. Oké. Great, man, I can't wait to listen. You've probably been listening to my records your whole life. Whatever. They talk to you about the thing. Ik zal het geluid iets harder proberen te zetten voor jullie mensen. Zo. Oké. Curiosity. How much were you paying the other guy? Oké. Oh no. Nu gaat het over hoeveel je de andere gozer betaald hebt. Oh, we cool or what? Yeah. We're cool, man. We're cool. No problem at all. Okay. No problem at all. Oké. I love you, man. Oh, gaat hij nou een kusje geven? Oh, nee, dat niet. A word. Absolutely. Oh. Hij geeft er nog geen kusje. Feel that? It's about to get sexy. Hoe lang gaat de stream duren? Ik heb oprecht geen flauw idee. Maar tot nu toe is er nog niet heel veel actie. We zijn tot nu toe undercover, denk ik, op een feestje. Ik denk dat we nu undercover zijn. En ik denk dat de chaos zo meteen pas gaat beginnen. Clean as a whistle. No tranks. I'll jump on the old jetaroo, yeah, whenever. Iedereen is tenminste wel lekker aan het dansen. Iedereen heeft er zin in. Dat is mooi, dat is mooi. Hold on. Here we go. Excuse me. I just want to say a few words. Oh, hij gaat even een paar woorden zeggen. We're all here because of one man. The kindest, most generous man I know. Oké, okay. Wat aardig. Juan Strickler. Okay. El Rubio. El Rubio, hey! Who the fuck is this? I don't know, but it's gonna be sick. Zij staat er ook bij. Van wie is dit feestje eigenlijk? They talk about cocaine, turf wars. We hebben het over cocaïne. But you know what they never say? How big your heart is. Hoe groot je hart is. You're a humanitarian. And you throw the best parties in the world. Jullie gaan ook dansen. Gaan we ook dansen? We gaan ook dansen, hoor. Gezellig, gezellig dansen. We gaan lekker meedansen. Woe! Thank you, op ons feestje hier. Kijk, in GTA mag dat allemaal nog feestjes en zo. He's got a lot of hits from the 2000s, eh? Alright. Who's ready to fucking party? Let's go, feestje! Hoppakee. Let's go fucking live! The music! Let's go, feestje! Hoppakee. Is toch top, kijk dan. Oh, DJ! DJ, we hebben een DJ! There we go. Oh, Kevin, waar ben je? Oh, hier. Hey. Oké, we kunnen meerdere dansjes doen. Wat is dit? Yo, huh, wat doe ik nou? Oh, ik ga nu hier staan. Hey, ik sta nu in iemand. Hey. Waarom sta ik in iemand? Hey. Wat zijn wij aan het doen? We zijn er aan het doen, jongen! Oh my god, maar wanneer gaat de missie beginnen? Kunnen wij stoppen met dansen? Dat kan. We kunnen... Oh? Oh, wij moeten denk ik wat doen. Er staan hier namelijk een paar mensen. En wij moeten uit hun zicht blijven, denk ik. Maar wat moeten wij doen? Wat is de missie hier? Ik snap het die niet. Die guards moeten we... Die mogen ons denk ik niet zien. Wij moeten weglopen van het feestje, denk ik. Zonder dat de guards ons zien. Ik denk dat dat de bedoeling is. Alright. Okay. En hier staan dus verschillende guards om het hele feest heen. Maar ik denk dat wij hier de bosjes in moeten. Maar valt dat op, denk je? Vast niet. Gewoon lekker dansen. We moeten het niet opvallend doen. Nee. Wacht. Mensen in de chat, laat weten wat we moeten doen. Ik ben er benieuwd naar. Wij denken namelijk dat we nu weg moeten lopen. Even kijken hoor. Breakdance, zeggen mensen ook. Oké, wat moeten we doen? Oké, ik ga hier gewoon over het hekje.
Oh, oh nee, 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 dat kan niet. Oh, wat? Oh, we mogen niet weg. Oh, okay. Niet? Nee, we moeten gewoon dansen. Oh, dansen. Ja, let's go, lekker dansen. Hey, 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 we moeten gewoon genieten. We moeten gewoon genieten. Oh, hey, hey, kijk dan. Oh my god, ik zit op de scene. Oh, wacht, ik word... Hier, we moeten, ja, we moeten naar de South Gate. We moeten langs de South Gate nu wel, zonder dat we gezien worden. We moesten dus nog heel even wachten. Maar het is ik moet wachten op de leader, nee, of ben jij kom, dat? Kom. Moet gaan. Nu. Ze mogen zich niet omdraaien. Oké, ze hebben ons nog niet gezien. Let's go. Oké. Ze hebben ons niet gezien. Oké, dit hebben we netjes gedaan. Ik hoop dat onze auto hier nog klaar staat voor ons. Anders moeten we namelijk lopen. Oké, daar zijn we net aan op tijd weggekomen. We zijn weg van het feestje, mensen. Oké. Oh, onze auto staat er nog wel. Let's go. Oké, ik sneak naar de auto. Kan jij wel een beetje rijden? Wacht even. Er staan natuurlijk nog... Oké. Oké. Uh-oh, het hele eiland staat vol met guards. We moeten naar het zuiden. Ja, en die camera's kunnen ons ook zien. En ze gaan ons niet schieten dan. Oké. Het hele eiland staat dus vol guards. En ik moet naar de entrance van El Rubo sneaken. Zonder dat een van de guards ons gaat zien. En de entrance van El Rubo is helemaal hier. Ik heb hem gemarkt. Oeh, ja, ik zie het, ja. Ja, dan moeten we wel dus voorzichtig heen. Doen. En we kunnen want anders zomaar, worden we neergeschoten. We kunnen niet over de weg. We moeten... Nee, want anders worden we neergeschoten. Ja, ik zit dus te twijfelen. Moeten wij nu off-road, ja of nee? Er staan daar namelijk volgens mij ook tanks. Oh, dat is niet best. Wacht, terug, een auto. Oh, van, nee. Frick. Nee! We moeten terug naar het feest. Oh. Oké, okay, we zijn gearresteerd. Oh, nee. Oh! Alex, jongen. We moeten mee naar het feest. Oh, had gewoon geluisterd. Ja, ik zag die auto niet aankomen, oké? Oh, nee. Ja, sorry hoor, ik ga wel weer terug. Die guards zijn... Shit. Die guards zijn niet... die doen niet rustig aan. Oké, wacht even. Ze rijden nu weg. Oké, Kevin? Ja? Het is geen slim idee om met de auto te gaan. Nee, dus dit moeten we lopend doen. Ik denk dat wij off-road door de bosjes lopend moeten gaan. Hierboven is allemaal prikkeldraad, dus daar kunnen wij niet doorheen lopen. Maar wij moeten... Nee, weet je, zal ik je wat laten zien? Nou, wat dan? Ik zou... Wacht, misschien dat we wel met de auto kunnen, maar dan moeten we bij heel... Nee, dat lijkt me niet handig, want overal op de weg rijden die auto's. Kom eens. Oké, dat is waar. Oké, maar goed. We gaan hier naartoe. Hier kunnen wij niet over het hek klimmen waarschijnlijk, dus we moeten nog heel even door. Oh. Er staan hier wel auto's. Ja, ik kom ook mee sneaken. Oh nee, ze mogen ons niet zien. Blijf uit hun zicht, ja. Laat mij anders maar voorop lopen. Ja, ik weet niet of dat goed gaat trouwens. Oh nee, al onze wapens staan nog op het vliegveld! Oh. We moeten oversteken naar de andere... Stil, zeg wat. Oké, het komt er dus op neer. Al onze items liggen nog op het vliegveld. Hier moeten wij door heel erg goed beveiligde hekken. Hier kunnen we er denk ik overheen. Kunnen we hier er overheen? Kom Kevin. Dank je. Kunnen we hier onderdoor of er doorheen? Ik weet het niet. Ik weet het oprecht niet. Kom op, kruip. Kunnen wij hier er overheen? Dit is een hoog hek, dat wel. Maar ik denk dat wij er hier in de hoek wel overheen kunnen. Nee, dat kan niet. Nee. Oké, hoe gaan we dit doen? We moeten langs dit hek. Aan de zijkant staan beveiligers. Ik hoor hier een piepje. Ook een camera. Wacht even kijken hoor. Oké. Staat er hier... Ja, kijk, hier is dus een poortje. Hoe gaan we hier ooit langskomen? Ik weet het niet. We moeten over dit hek ergens kunnen klimmen, denk ik. Oh nee, mensen, hoe gaan we dit doen? Ga naar de luchthaven, zegt iemand. Jullie moeten langs de deur. Zou dat kunnen, denk je? Ik denk... Ja, trouwens, dat kan. Oké, Kevin, let goed op. Waar naar veiligers naartoe kijken.
Ze kijken nu niet, dus ik ga nu door de deur en ik ga gelijk weer terug langs het hek lopen. Oké. Kom op, hoor me niet. Er komt een auto, Bukken! Bukken. Oh nee, hij rijdt erachter. Oké. Even inventariseren. Er staat daarachter iemand. Daar kunnen we niet langs. Die guy draait nu om. Er komt nog een auto aan. Blijf heel even hierachter wachten totdat die auto voorbij is gereden. Oh my god. En daar lopen die beveiligers. Nee! 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 Ze hebben ons weer gezien! Hoe dan? Oh nee. Hoe konden ze ons weer zien? Ik dacht dat we daar veilig zaten. Oh, dit is moeilijk, man. Dit is moeilijk. Dit is zo moeilijk. Maar we moeten hier dus wel daadwerkelijk lopen. We kunnen hier niet zomaar een auto pakken. Kom daar aan. Rustig. Kom daar aan. Ja, ik verstop me. Ik ben verstopt. Ik ook. Alright, even wachten. Die auto rijdt hier nu naar binnen. Oh. Oh, ze rijden net voorbij. Oké, kom. Kom. We kunnen. Let's go. Ja, we kunnen hier ook... Kijk eens op je map. Ja? Wat als we nou de andere kant op gaan? Dus... Via het water? Via het water, ja. Dat zou een goeie zijn. Dat zou echt een goeie zijn. Maar waar is ons autootje? Hier is een auto. Oké. Ik rij, ja? En dan... Ja. Oh. Mag dat? Ja. Oké. Nee, tuurlijk. Oh, nee! Oh ja, joh, breek er lekker in. Het is alleen één dingetje. Er staat hier wel iemand bij deze weg, de garde als het ware. Hou jij even de auto's in de gaten? Ik kijk even op de map wat het plan wordt. Maar dan moet je echt aan de zijkant van het water rijden. Ja, ik denk dus dat wij het beste... Nou, we kunnen niet makkelijk zo zwemmen. Wat doen we? We kunnen ook niet terug naar het feest natuurlijk. Dit is een no-go, daar kunnen we niet heen. Oké, wat gaan we doen? Kijk, en dat we heel goed moeten plannen, kijk... Ja, misschien dat we daar off-road langs kunnen. Laten we dat proberen. Ja, moeten we wel wachten totdat hij... Want nu kijkt hij, oh. Oh, hij staat er boven in die toren. Ja, maar het ziet er wel moeilijk uit, want dit zijn allemaal rotsen, joh. Hij zit in die toren, hij kan hem zo zien daar. Of denk ik dat dit zijn voertuig is? Dus dat als wij hierin rijden, dat hij dan denkt dat wij bij hem horen? Ja, ik denk als we zo gaan zwemmen, dan moeten we helemaal om het eiland. Dat is niet te doen. We moeten de binnendoorroute pakken. Bij het vliegveld kunnen we ook niet 1, 2, 3 komen. Er komt een auto aan trouwens, dus we moeten heel even hier achter staan. Dit is een chaos, mensen. Niet normaal. Oké, we kunnen nu wel langs de... Oh, ik sta bij een plantje vast. Oké, wat we kunnen doen... is dat ik hier nu probeer aan de linkerkant van het water te komen, zeg maar. Terwijl waar het feest is, daar moeten we bij het water komen. Dus ik ga gewoon vol off-road uitkijken voor de bomen, maar ik ga vol off-road. Let's go. We gaan kijken of wij er... Jeetje, dat zijn die bomen hard op dit eiland. Maar kijken of wij dan hier het water in kunnen gaan. Langs het feest kunnen sneaken met een auto. Er staat een boot. Waar staat een boot? Of niet? Jawel. Een boot? Is dat een boot? Nee, maar die boot kunnen we niet gebruiken, denk ik. Denk je? Wacht, we gaan kijken, ja? Ik denk het niet, want normaal kan het niet als ze hangen. Mensen, we zijn op een geheime missie, je wil niet weten. We hebben ook geen wapens meer bij ons. Want die zijn allemaal afgenomen. Nee, er staat wel een boot. Er staat erachter een boot. Oh, nee. Weg daar. Hier kunnen we niet heen. Nee. Er staat daar een boot en die boot is iemand met een guard. Dus daar kunnen we dus niet heen. Alright, ik ga gewoon de auto weer in. Dit is lastig. Dit hele stuk water is dus afgezet. Hier is het feestje. We kunnen niet naar het feest toe. We kunnen wel naar dit eiland toe gaan. En van dit eiland doorzwemmen naar dit. Dat kan wel. Laten we dat dan maar gewoon doen. Kevin? Ik ga vol naar voren rijden. We gaan naar dit eiland hiervoor, ja? Dus, heb jij het zwemdiploma? Ik heb een zwemdiploma. Oké. Kom op. Oké, zwemmen. Zwemmen. Doen we. Ik moet terug zwemmen. Oké, let's go. Oké, let's go! Oké, we gaan naar het eiland, mensen. We moeten van eiland naar eiland gaan. We moeten achter de eilanden blijven. Want anders kan de guard op de boot ons zien. Dus ik zou zeggen, kom er aan de rechterkant op springen. Rechterkant. Iets meer naar rechts. Daar is een soort deukje. Hier. Je hebt de 100k op Alex Klein 2. Ik heb het inderdaad gezien. We hebben het net live gehaald namelijk. Super dope. Bedankt allemaal. Alrighty, ik ben op het eiland. Ik ook. Oké, nice. Hier staan geen guards. Dat wil niet. Wat? Dat wil niet. Wat wil niet? Als je verder op het eiland gaat, ga je terug naar het feestje. Nu ben ik terug op het feestje. Meen je dat?
Ja. Ik loop echt vol over het eiland en ik ben nog niet terug op feest. Oh, ik wel. Ik probeer er te komen, ja. Even kijken hoor. Goeie, ben je uit, Mike? Ik zie jou inderdaad. Ja, je ziet mij? Ja. Oké. Okay. Kevin is dus blijkbaar weer terug geteleporteerd naar het feestje. Maar kijk uit, hè. Er zit links van jou zit... Ja. Ik zit nu buiten het zicht van die guard daar. Oké, dit gaat lekker. We moeten een stukje zwemmen, dames en heren, maar dan komen we er. Let's go. Ik blijf een beetje onder water, dan kan hij me namelijk sowieso niet zien. Ik bedoel, wie ziet er nou iemand die onder water aan het zwemmen is? Dat zie je toch niet? Sowieso zie je dit niet. Ik ga gewoon door van eiland naar eiland, letterlijk. Dat wordt de tactiek. En daarmee moeten wij komen bij dit gele stipje hier. Het is alleen naar. Het gele stipje wordt heel goed beveiligd. Oh nee toch, dit meen je niet. Oh nee toch. Je moet terug naar die deur en dan naar die bosjes lopen als je daar bent. Welke deur bedoel je? Bedoel je die deur van net toen we uit het feestje kwamen naar rechts? Die soort legerbasisachtige deur. Met die hekken. Alrighty. We gaan gewoon door. Alsof er niks aan de hand is. Het hele eiland is het leger ons aan het zoeken. Maar wij gaan gewoon doorzwemmen. Alsof er niks aan het handje is. Alleen ik ben nu wel hier. Hoe gaan we dat doen? Ja, kan jij... volg mij gewoon. Dus ga weer via het water. Naar het eiland toe. In dat deukje waar ik erin ging. En vandaar moet je gewoon gaan zwemmen, ja? Ja. Right. Let's go. Ja, die deur. Oké. Ja, voor nu wil ik het nog even zo proberen. Hopen dat dit gaat werken. Maar het is lastig om hier te komen. Alex, dat piepje is hoe dichtbij mensen komen. Oké. Alrighty. Oké, there we go, mensen. Gaan we er komen? Ja of nee? Zijn we al Ja, we zijn aardig dichtbij. Oké, dit is top. Nu moeten we nog even kijken waar wij het beste het eiland op kunnen lopen. En ik denk dat hier is bij deze dam, als het ware. Want daar kunnen we gewoon over een schuinstuk naar boven lopen. Dus laten we dat gewoon doen. Mensen, vergeet zeker niet om dat blauw duimpje omhoog te drukken. Dat zij super tof zijn. Oké. And I need you. And I miss you, Kevin. Waar blijf je? Ik kom eraan. Ik ga ook zwemmen. Oké, super. Ik ben nu op het eiland. Straks moet je een foto maken van de elektriciteitsplaats. Right. Mensen in de chat geven allemaal tips. Dus dit is echt super. Ik heb de missie al gedaan en je kan niet door het water. Nou, toevallig ben ik net door het water geweest en ben ik er nu bijna. Dus ik moet alleen nog kijken of ik hierboven kan komen. Uh-oh. Nee, je gaat me niet vertellen dat dit dan niet kan. Au! Oh! Vol op mijn rug. Oké, hier kan ik niet naar boven. Ja, dit wordt nog een dingetje, Kevin. Gaat het je niet lukken? Ik moet hier dus naar boven zien te komen. Maar waar dat kan, ik heb geen flauw idee. Ik heb oprecht geen flauw idee. Daar is ook nog een soort van een gebouw, zie ik wel. Oh my god. Angelo Meuleman met de €3,50 donatie. En Angelo zegt, wanneer speel je nog een keer Fortnite? Nou, ik speel Fortnite gewoon hartstikke vaak. Dus ik zou zeggen, blijf zeker kijken. Nou ja, vandaag gaan we geen Fortnite meer doen dan. Maar Fortnite komt er zeker nog aan. Dus ik zou zeggen, stay tuned. Angelo, heel erg bedankt voor jouw €3,50 donatie. Waardeer ik echt enorm erg. Ik bedoel, via het water kan je niet op de berg. Nee, ik begin het nogal te merken, ja. Het is hier... Oh, nou trouwens. Nee, en ik hoor de donatie wel. De alerts werken niet. Even kijken hoor. De alerts werken niet. Nou, sowieso shout-out naar Angelo. Nu werken de alerts trouwens wel. Maar shout-out naar Angelo. Dankjewel voor het doneren. Heel erg bedankt. Oké. Kan ik hier het eiland op? Je kan letterlijk nergens het eiland op. Kevin, dit is echt Mission Impossible gewoon. Maar je kan hier wel het eiland op. Hier. Waar? Of zie je de kraan nu ergens? Kraan, hijskraan. Oh, dat is aan jouw linkerkant, zeg maar. Ja. Ja, maar dan ben je bijna bij het feest. Ik ben al verder. Nee, het feest is bij dat ene puntje, daar verder. Ja, dan ben je er één stukje verder.
Kijk, als je naar die toren gaat, dan kom je wel waar ongeveer die auto is nu, rijdt. Oké, zullen we daar dan gewoon heen gaan? Want hier kunnen we dus niet naar boven, blijkbaar. Ja, ik ga daar naartoe kijken of dat lukt, oké? Oké, ik kom met je mee. Wacht even op mij, ja? Want dat moet lukken, dat moet gewoon lukken. Ik hoop dat het gaat lukken. Het moet gewoon lukken vandaag. Het nieuwe eiland, holy damn. Ja, maar dit is ziek, dit eiland. Het is echt ziek. Ja, cool. En wat ik ook heel ziek vind nog steeds, is het echt onwerkelijk ook. Dat mijn tweede kanaal de 100.000 abonnees heeft. We zitten alweer bijna op de 100.100 abonnees. Dus bedankt allemaal voor het abonneren op dat kanaal. Ja, wow. Alex, wanneer ga je weer een Fortnite livestream doen? Ik heb oprecht geen flauw idee. Ik zou het oprecht niet weten. Ik heb geen Fortnite streams gepland staan. Sowieso eentje voor oudjaarsavond, dat wel. Maar dat duurt nog even. Alex, ik wacht op jou. Ik ben hier inderdaad. Oké, ik kom eraan. Het riool, mensen zeggen het riool. Ja, maar ik kan niet door het riool. De hele chat zegt ga door het riool. Mensen, hier heb je dat riool. Ik kan daar niet heen. Ik kan dat niet. Dat kan niet. Je bent even kijken hoor. Riool. Heel de chat zegt riool. Mensen, let op. Bedoelen jullie dit riool? Ga naar die rioolbuis. Ja, hier is die buis. Maar ik kan hier dus niet oplopen. Dit lukt niet. Kijk, ik doe mijn ik best. Ik zie jou. Zie jij mij ook? Nee, maar ik kan hier niet oplopen. Zie je dat? De hele chat zegt het. Bedoelen jullie dit riool? Laat het weten in de chat. Maar het lukt me niet om hier op te lopen. Dat kan niet. Het is onmogelijk. Please. Ja, dit riool werkt niet. Misschien hier wel. Nee, dit is ook te stijl. Dat zie ik nu al. Dit is sowieso te stijl. Oh, nee toch. Mensen. Oh. Die andere buis waar je net was, het werkte echt nergens, mensen. Het werkte nergens. Ik heb het daar ook al geprobeerd net namelijk, dacht ik. Even kijken hoor. Nee, dit werkt ook niet hier. Ik ga naar Kevin toe, mensen. Ik ga naar Kevin toe, daar kunnen we als het goed is naar boven lopen. Kevin zegt van wel. Ja, dat kan. Oké, top. En Kevin is ook niet zo heel ver van mij of zo. Dus dit is het... Ik zie je al! Ja, Kevin! Yo! Sen Nicola, dankjewel voor het abonneren op mijn kanaal. Dikke shout-out naar jou, heel erg bedankt. Alrighty, mensen. Hier kunnen wij dus als het goed is wel naar boven lopen, eindelijk. Eindelijk! Op het land! Let's go. Yes, we zijn er. Oké. Maar nu moeten we dus weer uitkijken. We moeten nu de stealth-modus gaan hebben. Oh, nee. Oh, ik vuur bijna. Waar ben jij nu? Ik ben hier boven helemaal, op de berg. Ik ben hier via de randjes aan het lopen, ja? Die bewaker komt. Ja, kom. Even wachten. Die bewaker gaat tot daar, dus heel verwacht. U wil niet in het zicht komen van hem. Woe! Ik ben bij jou. Oké, top. Yo, maatje! Yo! Helaas is geen helikopter hier links. Nee, dat zou chill zijn, joh. Maar Kevin, weet je wat het dus is? Bij de destination staan heel veel beveiligers. We hebben geen wapens, dus we kunnen niet zoveel daar, hoor. Nee, dus ik vraag me heel erg af hoe we dat gaan doen. We moeten echt op onderzoek uitgaan van hoe we dit allemaal gaan doen. We lopen nu lekker boven de plek waar net het riool was. Maar we moeten hier dus even stealth modus gaan. Dus blijf een beetje achter, zou ik zeggen. Want we moeten hier ik blijf dus achter jou. Deze bewaker. Maar wat kunnen... Wat is... Oh, nee. Oh. Kijk uit de hoek! Hij komt hier. Hier achter. Achter deze ton. Kijk niet. Nee, de tonnen vallen. Oh, nee. Alles valt om, Kevin. Hier. Ik zit hier achter verstopt. Oké. Hij moet zich niet omdraaien nu. Als hij zich omdraait nu... Oh. Oké, maar... Oké, daar is hij helemaal om. Ik stel voor dat wij naar... Volg mij. Even kijken hoor, werkt dit? Yes, we gaan hier gewoon naar voren. Oh mensen, dit is lastig. Dit is echt lastig. We kunnen wel lekker het hele eilandje verkennen nu. Dat is enig wat zeker is, maar... Kijk, daar lag je in het water. Ja, klopt. Hieronder is ook dat riool. Oh, en hier is een hek. Oh, nee, toch mee dit. We moeten wel over de weg hier, Kevin. Want hier is een hek. Dat is zo goed beveiligd hier. Dat is niet nor freaking mal. Alrighty, laten we gewoon kijken. Dat hek. Oh, dat hek gaat precies naar de destination. Oh, maar hoe gaan we daar komen? Oh, nee, dit is zo lastig. Hoe moeten wij hier ooit komen zonder gezien te worden? Nou, dat gaat toch niet, zou je zeggen? Nee. Hè? Oké, mensen. Laat jullie tips alsjeblieft weten in de chat. Ik blijf hier langs het muurtje kruipen. Kevin, doe alsjeblieft hetzelfde. Dan worden we denk ik het minst snel gezien. Ja. Ik heb ook geen wapens. Je moet er gewoon naartoe. Dan gaat het veranderen van
Oh, oké. Okay. Dus als je in de buurt bent, gaat het veranderen. Okay, oh ja. Ja. Alright. Oké, daar zijn de bestanden. Wat gaat er gebeuren? Wat gebeurt er? We zijn terug. Ik niet. Ik ben terug. Wat? Nee, joh. Kevin, jij bent er nog. Oké. Maar hoezo ben ik terug? Ik pak wel gewoon een auto. Zo? Ik pak wel gewoon weer naar je toe, maar... Hè? Oké, next step. If I am reading satellite images correctly... Oh, jij moet de foto's nu doen. Doe jij dat nu? Ik probeer het. Ik ga het doen, Alex. Komt goed. Ik moet iets doen, maar... Kevin, die doet het, jongens. Want ik ben er ineens niet meer. Okay. Oh nee. Oh nee, moeten we nu naar die toren? Oh nee. Dit is nog verder. Daar kan jij nu ook naartoe dan. Dan hoef je niet meer terug daar naartoe. Nee, dat is waar. Ik ga daar gelijk heen. Ik ga kijken hoe ik daar kan komen. Kijk uit, er komt een auto aan. Er komt een auto naar jouw plek toe. Oh nee, dit is heel goed dat je dit zegt. Let's go, let's go, let's go! Oké, ik moet weer via het water eigenlijk bij jou zien te komen nu. Maar hoe kan ik dat het meest efficiënt doen? Ik ga gewoon door die hekjes heen zwemmen. Die auto rijdt erachter, die gaat mij hier sowieso niet zien. Oh my god, mensen! Dit is spannend, man, en moeilijk. Dit is hartstikke spannend. Even kijken, oké, die rijdt voorbij. Oké, hij is voorbij gereden. Weet je wat ik ga doen? Ik laat deze auto hier gewoon... Oh, ik moet hem even flippen, hoor. Blijf daar, Alex. Mensen in de chat zeggen, blijf daar. Ja, daarboven op die toren, blijf daar. Oh, nee. Oké, mensen... Ik ga hier langs deze guy, langs het hek moet ik nu komen. Maar hij gaat mij sowieso hier zien. Oké, ik ga via achter. Ik loop gewoon achter hem langs. Dan gaat deze persoon die hier staat mij niet zien. Of het is een camera. Deze camera gaat mij niet zien. Die piepjes zijn dus de piepjes van de camera. Oké. Ik ben langs de camera, langs camera nummer 1. Hier hebben we degene op de guard torens. Oké, hier, dit wordt tactisch. Hier moeten we even tactisch langskomen. Hoe ga ik dit doen? Ik ben nu in die cirkel. Oké. Oh, ik krijg ineens een focus erop. Ja. Lukt het daar? Sneak to the accommodation tower. Right. Zal ik dat proberen? Of wacht ik op jou? Nee, doe maar vast. Oké. Ik zou het proberen. Er zit wel één gast die probeert uit mij te zien. Right, ik snap dit is dit spannend, niet. Man. Er staat hier dus een camera en er staat een guard hier. Dus er staat maar één guard eigenlijk. Als het goed is, kan ik daar nu langs. Langs de camera, langs de guards. Oh nee, er staat daar links van mij wel een camera. Oh nee. Oké, ik ben daar weg. Daar staat nog een guard beneden. Oh my god, mensen! Oh my god. Alright. En nu moet ik hier tussendoor. Die camera is gedraaid. Oh nee, die was al zo. Oké, nu moet ik hier tussendoor. Hier heb je die guard toren. Oh nee, het is hier mokerdruk. Er loopt daar iemand. Er loopt daar letterlijk iemand. Er komt daar een auto aan. Er zit hier iemand op die guard toren. Oh nee. Kom op, zie me niet. Alsjeblieft. Hij rijdt vol langs me. Oh my god. Peter. Oh my god. Oké, ik ben aan het rennen naar die kraan toe. Als die guy op de guard toren zich omdraait, dan gaat het niet goed. Oké, dit gaat tot nu toe lekker. Kom op, ga over het hek. Ga over die planten. Kom op, Alex. Ik kan hier niet tussendoor. Oh, nee. Oké, ik ben nu bij de communication tower. Lekker. Even ik moet iets zoeken. Oh nee, ik hoor hier mensen praten. Ik word bang. Ik hoor hier letterlijk mensen praten. Oh, er staat hier iemand. Oh, dat is gewoon een burger. Ik denk dat ik die communication tower op moet, of niet? Ik weet het niet. Uh-oh. Shit, ik ga het gewoon doen. Wacht daarvoor, ik sta een beetje in het zicht van iemand. Oké, nu niet meer. Dit is spannend, jongen. Ik ben in het zicht van die guy in de guard toren, maar hij ziet mij niet. Hack de signal box. Je bent al zo ver! Ik moet hem hacken, man. Wat de heck, lekker. Ik ga hem hacken. Kevin is dus nu aan het hacken, dames en heren. Dit gaat top. Ik ben in de tussentijd nog steeds dichterbij aan het komen.
Zal ik een auto pakken, dat is de vraag. Ik pak deze auto. Ik ga offroad, dat wel. Maar hier staan voornamelijk camera's. Hier staan heel veel camera's, geen personen. Ik zie hier bijna geen guards staan. En langs die camera's kan je nog wel makkelijk, want die staan stil. Die draaien dus ook niet. Oké, okay, Kevin. Ik kom er nu naartoe. Ik heb een rechte weg, vrij pad, om er naartoe te rijden. Dus dit is top. Oh nee, ik zit vast. Rijauto! Deze auto's zijn er toch voor bedoeld om op road te rijden, of wat? Dankjewel. Oh my god. Er staat alleen wel een guard voor de signalbox. Ik weet niet waar jij bent. Waar ben jij? Oh, jij bent al bij de signalbox. Oh joh. What the heck? Oké, ik ben er. Ik heb ook nog een autootje mee. Kevin, ik ben bij je. Die guard staat erachter. Ik zie hem lopen. Ik zie hem letterlijk hier lopen. Kevin, ik ben bij je, jongen. Oh my god, mensen. Hier kunnen we dus naar binnen. Oh, jij bent op de toren. Oké, ik... Ja. Wow, deze toren is mokerhoog. Ben je hem al aan het hacken, of... Ja, maar ik heb geen idee wat ik moet doen. Wil jij hem hacken anders? Ja, ik doe het wel anders, ja. Ja. Oh my god, hoe kom je op dat eiland? Ik heb geen idee, maar zijn we erop gekomen door een missie. Oh, het is al succesvol. Oh, je hebt hem al. Blijkbaar. Lekker. Ik ben er goed in, blijkbaar. Wacht, even stil. Hij heeft de camera's. Oké, wij kunnen nu alle camerabeelden zien van dit eiland. Even kijken hoor. Op je telefoon kan je dat rechts onderin zien, Kevin. Wow. Oh my god, dat is Mr. Rubio. Heeft hij nou dieren? Is dat een leeuw? Wat? Heeft hij een tijger lopen? Of een leeuw is dat? Hè? Wat? En ze zijn aan het ruzien. Zeg dat in. Oh nee, hij heeft een wapen. Leeuw. Nee joh. Hij doet hem in de leeuwenkooi. Oh my god. Hij doet die guy letterlijk in de leeuwenkooi. Hij zei net nog van, oké, so we're cool. Terwijl wij zijn oké met elkaar. Wow! Oh my god, hij wordt gewoon letterlijk doodgebeten door die leeuw. Door die panthers, volgens mij. Oh my god, en hij zit ook gewoon toe te kijken. Met deze guy moet je geen ruzie maken. Dat is één ding wat zeker is. Oké. Search the camera feed for more Madrazo files. Oké, we moeten dus nog een meer zoeken. We hebben hier die panter. En die panter is dus lekker aan het eten, zoals je kan zien. Wat de heck, jongens. Wat de freaking heck. Oké. We hebben... Oké, dat leuke autootje! Autootje! Oké, we gaan weer verder. Even kijken, hoor. Wow! Een kelder. Een kelder met gevangenissen erin. Wat de heck. Er zit ook een kluis in. Oh, ik heb hem gevonden. Ik heb ze gevonden. Ja, ik heb hem ook gevonden. Bingo. Dit moet het zijn. Dit is de kluis. Nou, er zit een man met een petty. Ja, de man met de petty moet even dood. Ja, denk ik ook. Oh, hij gaat open. Wow. Hij is open. Wat zit erin? Ik zie kogels erin. Ik zie een kistje met horloges erop. Ik zie paspoorten. Ik zie een fles champagne. Lekker in de kluis. Dat is heerlijk. En nog andere dingetjes. Oké, laten we kijken. We moeten een weg zoeken hoe wij de kelder in kunnen komen van dit huis. Oh, wow! Er ligt mokerveel geld daar beneden. Echt? Ja, er ligt mokerveel geld daar beneden. Oeh. Oké, wat hebben we hier? Dit is de ingang. Alright, ik heb het gevonden. We moeten naar het kantoor toe gaan van Mr. Rubio. Maar hij heeft er wel een scan op zitten. Oké. Hij heeft dus... Oké, dit is zijn kantoor. En in zijn kantoor... Ja, in zijn kantoor zit een soort lift. En daar moeten... We moeten dus iets zoeken nu. Waar we dit kunnen vinden. Oh, er ligt nog een stapel geld. Jeetje. Oké. Nou, dan weten we dat daar geld ligt. Maar we moeten areas of interests hebben. Maar wat zijn dat? Even kijken hoor. Wat kunnen we allemaal gebruiken voor onze missie? Hier hebben we nog een deurtje. Hmm. Maar daar hebben we niet zoveel aan. Dat is gewoon een kelderdeur. Nou, niet de kelderdeur. Maar de kelderdeur moeten we wel hebben. Goud! Wow! Oké, die goud nog meer? Is zeker wat waard. Ja, er ligt goud. Er ligt gewoon allemaal goud aan, hoor. Even kijken hoor. Hebben we hier nog wat liggen? Nee, niet echt.
Je stream lagt een beetje. Ja, ik zie het inderdaad. Als ik switch tussen camera's, dan lagt die. Heel apart. Nu dus. Nog meer goud! Nee, joh! Oké, okay, er liggen dus twee... Er liggen twee plekken met goud. Twee plekken met geld. Eentje in de kelder, eentje boven. Twee plekken met goud boven, dacht ik. Nog een plek met goud. Jeetje. Okay, okay. Dat is veel geld. Dat is heel veel geld. Hier kunnen we oprecht veel mee verdienen. Ik heb nu de camera's buiten. We hebben hier de ingang. Oké, oké. De North Gate. This must be a way into the compound if you can find the code. We moeten de code vinden. Too risky to check now. We moeten een code vinden. Oh my god, dit is gewoon één grote geheime missie. Wat hebben we hier? Je scopes en entry point. Oh, oké, okay, we kunnen hier dus over de muur klimmen. Oké, okay, dat moeten we onthouden. Oh ja. Even kijken hoor, wat hebben we hier allemaal? Wat is dit allemaal? Allemaal gekkigheid. Ja, joh. Oké, okay, dit is niks. Oh my! Er staat nog zo'n panter voor de deur. Ja, ik zie hem ook. We staan bij dezelfde beelden. Ze hebben gewoon letterlijk een panter als beveiliging. En die staat bij de Southgate. Maar daar kunnen we denk ik wel naar binnen. Ik weet het niet. Doe wel uitkijken. Daar moeten we heel goed uitkijken. Want we kunnen dat beest ook niet neerknallen, want we hebben geen wapens. Even kijken. South Wall. Oh ja, daar zit ook een gat in inderdaad. Even kijken. Dat was het dan toch? Maar we moeten een code vinden. Maar waar kunnen wij een code vinden? Waar, oh waar, kunnen wij een code vinden? Oké. Okay. Oké, op dat kenteken plaatst het geen code. Er staat alleen Pablo op. Ik denk dat die auto van Pablo is. Oh, kijk! Kijk de map! De map? Waar? Ja, ik heb een objective. Ergens boven. Ja, dat is het huis. Dat is het huis. Denk ik. Nee, want het is dat onder. Dat wel helemaal onder. Dat is het huis. Oh ja, daar ligt dat goud. En daarboven, daar kunnen we intel vinden van die code. Maar dat is weer helemaal naar boven. Oké, maar moeten we nu dus naar boven? We moeten nu naar North Dock, dus dat is dat puntje. Ja. Bij de auto is de code, zegt iemand. Oké, wacht. Kan jij bij de auto kijken? Welke auto? Yo, Dennis! Iemand zegt in de chat, bij de auto is de code. Ik zie geen code. Nee, is er niet. Oké. Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Hey, maar die destination is nu ook weer weg. Nee hoor, bij mij niet. Travel to North Dock to scope for additional intel that could be used in a Piero heist. Oké, we moeten dus wel naar de North Dock. Oké, je lekt een beetje. Ja, ik lek heel erg als ik tussen die camera's switch. Dus als het goed is, gebeurt dat nu niet meer, hoop ik. Oké, maar laten we voor nu eventjes hier naar boven klimmen. Mijn autootje staat hier namelijk nog, dacht ik. Oh ja, zeker staat mijn autootje hier nog. Ideaal. Dit is toch ideaal? Ik stap lekker bij jou in. Ja, is goed. Ik ben wel benieuwd hoe lang deze huis nu nog gaat duren alleen. Ja, dat is een goede vraag. Hij duurt echt lang namelijk. Hij duurt echt lang, ja. Alright. Maar wel veel actie, in de zin van dat we... Oeh! Ik moest heel veel een donatie oplezen. We hebben namelijk een 1 euro donatie van Syfy Asset. Die komt ook elk moment in beeld. Syfy, dankjewel voor jouw 1 euro superchat donatie. Even kijken hoor, dan moeten we weer even achteruit rijden en weer even vooruit rijden. En daar komt ook gelijk een beeld. Dankjewel voor jouw 1 euro donatie. Er rijdt een guard langs. Oké, we moeten dus hierheen. Maar hoe gaan wij daar komen? Dat is de vraag. Ja, we gaan eens kijken. Oh. Ja, die boomtjes hier, jongen, die zijn sterk. Door die bomen. Ja. Oké, hier is dus een camera. Daar moeten we even achterlangs eigenlijk. Dit is de camera. Ik ga er gewoon achterlangs. Kijk dan!
Ideaal. Er komt een auto aan! Oh, nee. In de bosjes. Net aan door de bosjes gegaan. Oké, en hier kunnen we weer achter een camera langs. No. Oké. Zo, dat doe je goed. Ja, dit gaat heerlijk. Oké, maar nu komen wij dus aan bij een guard. Dus vanaf hier gaan we lopen. We gaan hier niet met de auto doorheen kunnen namelijk. Oké. Maar bij het feestje staat nog een auto voor de deur. Dus stap maar uit, zou ik zeggen. Deze laten we hier. Volg mij maar inderdaad. Hier hebben we een camera, dus die kan niet draaien. Alleen staat er wel een guard. Dus kijk hieruit. Oké, we moeten hier oversteken. Hij ziet ons niet. Hij gaat elk moment draaien waarschijnlijk. Ik ren. Oké. Achter jou aan. En daarachter, daar rechts, staat ook nog een guard. Dus we moeten gewoon gelijk weer terug. Terug. Je zit in zijn view. Ik niet, toch? Nu kan ik gaan. Ja, ga. Go. Lekker. Oh! Heerlijk. Ja, let's go! Lekker man! Let's go! Oké, en dan moeten wij hier nu weer even een autootje pakken, denk ik. Als die hier nog staat. Staat die hier nog? Nee, die staat er niet meer. Jawel, die staat er. Wordt opend. Nee, hij staat er. Oh, hier. Ga jij rijden? Ja. Oké, jij tikt ook even het raampje door. Ja, waarom niet, kan joh? Allemaal. Maar we kunnen hier zo, als het goed is, in één keer naartoe rijden. Want ik zie verder geen guards met auto's of wat dan ook. Ik zie alleen een camera, daar kunnen we achter langs rijden. Wij zijn echt een dreamteam zo. Ja, dit gaat lekker, joh. Kijk dan. Hoppakee, achter het cameraatje langs, alsof er niks aan de hand is. Oh! Okay, er staat daar wel kijk, één daar guard. Kijk, de front zit wel in. We gaan hier off-road. Tussen die guard en die camera door, ja? Oh nee, maar hier staat het weer vol met bomen. Oh nee, al die bomen zijn zo vervelend. Waarom zijn die bomen zo sterk hier? Kijk uit voor die... Dat was weer een boom. Was dat iemand? Kijk uit voor die sniper. Die sniper kan zich zo weer omdraaien. Ja, maar doet hij niet. Wacht maar. Oké, we zijn er. Right. Oh! Wat ligt er daar dan? Hier staat een mokergrote boot. We moeten een foto maken van deze boot. Kijk uit, er zit wel heel vlak bij ons een guard. Wacht, ik ga even een foto maken, ja? Ja, maar die guard ziet ons niet als we hieronder zitten. Ik ga de foto maken. Nee. Right, maak een selfie. Dus de boot, take photo. Yo, deze boot is mokergroot. Send to Pavel. Oké, ik heb hem naar Pavel gestuurd. Take a photo of the waterway. Oké, Pavel. Oh, Pavel. Even kijken hoor. Sorry Pavel, maar mijn camera die kan niet zo goed tegen water. Die blijkt maar weer. Nee, die camera kan er staan wel een paar mensen daar, maar dat zijn geen guards. Ja, wacht even hoor. Ja, die camera op mijn telefoon die kan voor geen meter tegen water. Al komt er maar één golfje, dan gaat hij alweer naar boven. Oké, ik hou hem per ongeluk op. Pavel, hier zo, voor jou. Alsjeblieft, fotootje van de waterway. Alsjeblieft, Pavel. Oh, wat doe ik met mijn telefoon? Ik moet hem naar Pavel sturen. Wat denk jij dan? Pavel, ik moet hem helemaal zoeken in mijn contacten, joh. Waar staat Pavel? Hier staat Pavel. Alsjeblieft, Pavel, ik heb hem naar je toe gestuurd. Oké, hij heeft de foto. Auto! Ja. Oké. Ik zie de boot, ja. Het is classic cartel transport craft. But what have they been transporting? Wat transporteren ze? This is a rhetorical question. Look around the warehouses nearby. We can make note of any stashes we find. Oké, we moeten hier gaan zwemmen, denk ik. Daarachter zijn namelijk warehuizen. Oh nee, dat zijn hier links. Oké, wacht. Terug. Laten we eerst het warehuis helemaal rechts achterin doen, ja? Of ga jij ook even kijken? Jij moet kijken in diegene voor, ik in deze achter, ja? Of volg ik jou eerst? We volgen elkaar wel, wat anders. Nee, maar het is beter als we splitsen, denk ik. Ja? Ja. Okay. Dan kunnen we sneller alles langs gaan. Oké, waar is de ingang van het warehuis? Waar is de ingang? Nee! Ik kon de ingang niet vinden! Auw, we zijn weer terug op het feestje. Oh my god. Wauw! We zijn gewoon weer terug! Did you find anything? Oké. Oh, jij staat er nog! Nog. Kijk, dat is het goeie van het omsplitsen. We moeten opgesplitst blijven eigenlijk.
Ik heb de warehouse gevonden, maar ik weet niet hoe ik naar binnen moet. Oké, kijk, ja, je moet even de ingang zoeken. Loop gewoon naar het vraagteken. Follow your nose, je moet ruiken. Follow your nose. Nee, nee. Oeh, kijken. Waar ruik je raar spul? Ik zou zeggen, loop erop af en dan weet je het. We have to go to the weird stuff, you know. Want ze hebben hier wat rare spulletjes blijkbaar binnen liggen. Ik zie nog niks, man. Oké, dan moet je doorzoeken. Dan vinden we het sowieso. We moeten het dan vinden vandaag. Het moet en zal, want anders wordt Pablo boos. En we willen geen boze Pablo hebben. Ja, ik heb een warehouse. Nee, dan wordt... Oh, ja, je hebt het, ik heb het! Maak er een foto van. Yes. Heb je de foto? Van de Snapmatic moet dat dan? Ja. En die moet je dan sturen naar Pablo. Of naar Pavo. Of Pablo, ik weet het niet meer. Ja. Heb je nou met hem? Top. Oké, ja. Super. Hoe ben je daar naar binnen gekomen? Via de voorkant hier, waar ik nu ben. Okay. Oh, we moeten terug. Oh nee, die guard kon naar buiten gelopen. Of die loopt hier nog. We moeten wachten tot hij is omgedraaid. Jij kan nu lopen, denk ik. Oh, we moeten naar die beveiliger toe. Hier ergens moeten wij wat vinden. Search the docks for bolt cutters. Oké, snel. Let's go. Hij draait zich om de guard. Hallo mensen. Hier. Bolt cutters. Wat zijn bolt cutters? Oh, maak er een foto van. Heb je ze? Ik heb hem. Maak er snel een foto van voordat hij zich omdraait. Ja. Toe. Even kijken hoor. Ja. Pavo. Ik heb hem gestuurd. Ja, top. Oké, super. Wat een dream team. Zo, wij zijn ook een goed win. Oké. Dit is pure... Waar moeten we nu heen? Zo, kapitein. You see the value of extra reconnaissance, yes? There may be other infiltration points to find on the island. Other tools, other resources, other stashes to raid. There is much to discover in paradise, yes? Okay. The longer you spend investigating now, the more options you have. Anything you find, just send me a photograph. Okay. Okay, from alles wat when you are finished on the island, get back to the airstrip. Continue scoping on the island. Zullen we terug gaan naar Los Santos even? Ja. En dan gaan we de volgende keer verder, ja? Ja, want we hebben dus nu alle voorbereiding gedaan. Ja, we hebben nu alle voorbereiding gedaan. Wij gaan terug naar Los Santos, dames en heren. Hoe kunnen wij terug naar Los Santos? Oké. Pilot. Onze piloot staat daar, staat nog op het vliegveld. Oké, laten we onze auto pakken. Stap snel in. Stap in. Kom op. Yes. Oké, we moeten snel naar ons vliegtuig. Daar liggen ook al onze wapens. Stap in. Kom de auto aan. Hij ziet ons niet. Oh nee, iemand zit te schreeuwen naar ons. Blijf achter. Oké, stap in. Lekker. Ja. Oh, je kan er achterin zitten. Ja, lekker. We moeten wachten tot die auto weggereden is. Hier staat namelijk nog die guard op de toren. We moeten daar omheen rijden. Oh, hij draait zich om. Top. Dames en heren, jongens en meisjes. Wij gaan terugrijden naar Los Santos. We hebben tot nu toe al onze research gedaan. Dat gaan we doorsturen. Oh nee, hier staat nog een guard. We moeten wachten tot deze guard op de toren is omgedraaid. Uh-oh. En dan kunnen we de volgende keer gewoon... Dan kunnen we de volgende keer echte overval doen. Ja. Maar die man moet zich even omdraaien. Ja, hij draait zich gewoon top. Doorrijden. Zie ons niet. Hij zit ons niet, let's go! Dames en heren, jongens en meisjes, wij zijn terug! Veilig op het vliegveld. Onze piloot staat hier al klaar. Voordat je gaat, één dingetje. Vertel het, wat wil je doen? We moeten een foto maken van de control tower. Waar is die? Okay. Die is daarachter. Kan jij die foto maken voor Pavel? Waar is die dan? Oh, deze? Moet die dan? Ja, dat torentje. Kleine torentje. Oh. Oh my god, dames en heren, jongens en meisjes. We zijn gewoon daadwerkelijk terug op het vliegveld. We moeten eerst een foto maken en dan kunnen wij weer even terug naar Los Santos. Dan kunnen wij weer even terug naar huis van deze rare trip. Binnenkort kunnen wij gewoon weer terug gaan hier dus. Ik kan hem niet sturen. Ik denk dat jij dat alleen kan. Oké, dan maak ik hem wel. Oké,
kijken. Een fotootje voor Pavel. Take a photo. Dit is de toren, Pavel. Save the gallery. Moet ik hem save of moet ik hem sturen? Pavel, wat wil je dat ik doe? Ik weet niet wat hij wil. Ik doe. Ik heb een foto gemaakt van de controletoren. Kijk uit, er komt een guard naar je toe. Ja, ik zie het niet. Oh, nee. Ik zit vast in mijn telefoon. Oké, ja, die guard die loopt daar. Hé, maar ik heb een foto gemaakt van die controletoren. Ik ook, maar die wil hij niet. Maar dan gaan we maar terug, denk ik. Nee, maar dat kan dus niet. We moeten die foto hebben. Oh. Ik ga naar die controletoren toe. Ik pak dit kleine autootje even. Even starten. Oh, je kan gewoon achterin zitten, joh. Ja, heel gezellig, joh. Oké. We gaan er gewoon bij staan. Kun jij dan nu de foto maken? Misschien dat je erbij moest staan. Misschien dat het was. Ik zou er even een mooie foto van maken. Pavel, deze is speciaal voor jou, jongen. Nee, ik kan niet sturen. Ja, ik kan hem sturen. Let's go. Ja? Ja, ik heb hem gestuurd. Oké. Alright, alsjeblieft, Pavel. Nu wil ik wel echt terug naar huis. Alsjeblieft. Alright, ik zet deze auto gewoon bij deze. Alright, waar onze piloot zit hier. Onze piloot zit hier, denk ik. Meneer de piloot, we willen gaan. Oh, hier kunnen we returnen naar Los Santos. Terug naar de duikboot. Yes, we kunnen terug! We hebben intel, we hebben de informatie die we willen. Oh my god, daar gaan we. Met de piloten. We kunnen weer weg hier. Oh my god, wat was dit voor plek? Ik voel me hier echt niet thuis of zo. Ik weet het niet. Nee. Het is niet. Het is wel veel geld te verdienen. Ja, er lag veel geld. Maar thuis voel ik me niet echt. Nee, we hebben alle informatie. Nou, de gameplay lijkt alleen heel erg nu in die cutscene. Dat is heel raar. Not even a little one. Let's go then. No more boogies. No afters. No watching the sun come up over the ocean in the one place on the planet. Whoa, we can like guarantee the marching powder won't run out. Ah, fuck it. You know what? Beetje, I'm staying, Keith. Weer terug in het vliegtuig. Oh, ik zie het trouwens al. Ik moet het zo capturen. Kijk, dit is beter. Let's have some! Oh my god. Ik capturede mijn beeld de hele tijd verkeerd, waardoor die lagde. Sorry. Maar there we go! We zitten weer in het vliegtuig. Terug naar Los Santos. Oh my god, dames en heren, jongens en meisjes, wat is er zojuist allemaal gebeurd? We zijn daadwerkelijk net naar een soort Colombia-eiland geweest. We zijn letterlijk het hele eiland overgelopen. Het eiland was niet heel lang verder of zo. Oké, daar gaan we weer. We gaan landen. Oh my god, het landingstoestel gaat uit. Ik zag mijn jacht er al onder staan. We zijn thuis in daar zijn we. Los Santos. Oh my god. En je taxi staat klaar. En de taxi staat inderdaad klaar. Mag ik rijden? Oh, vind ik leuk. Ja, joh. Sorry, ja, ik hou van rijden. Mensen, het is ons gewoon daadwerkelijk gelukt. Laten we nog even naar huis rijden. Pavel, die belt me ook weer van, yo, jongen, dankjewel voor je werk. En ik zie je binnenkort weer. Mensen, sorry voor je bordje. Zullen we nog even naar huis gaan? Gaan we daar nog even één klein drankje doen? En dan, doen we. Om te vieren dat we dit eiland overleefd hebben met al die guards er en alles eromheen. We moesten een soort verplicht bij dat feest blijven. Dat was de enige plek waar we mochten komen. En verder dan dat mochten we ook daadwerkelijk gewoon niet komen, dacht ik. Oh! Even er tussendoor! Oké. Laten wij lekker gewoon even ergens kijken of we ergens een klein drankje kunnen doen. En dan gaan we het daarmee afsluiten. Maar wat de heck was dit voor avontuur, dames en heren, jongens, meisjes. Dit was letterlijk niet normaal langs de tankwagen. Oh nee, dit is niet slim. Dit is niet slim. Vonkjes bij een tankwagen, dat gaat niet goed. Maar we zijn er tenminste wel bijna. We hebben hier ook nog een mooie tourbus. Daar gaan we ook gewoon langs natuurlijk. Oh my god. En 100.000 abonnees. En die 100.000 abonnees inderdaad. Dat is echt onwerkelijk gewoon. Niet normaal. Maar we zijn er bijna. We zijn bijna thuis. In mijn kantoortje. Oké, het gaat nog goed. Het gaat nog goed. Niks aan de hand, dames en heren. We gaan gewoon door. Alsof er niks aan de hand is. Want we gaan gewoon lekker naar ons kantoortje rijden. Oké. En we hebben nog een nieuwe abonnee, namelijk Zana. Dankjewel voor het abonneren op mijn kanaal. Dikke shout-out naar jou. Skrrt! Hoppakee. Oh nee. Deze auto is niet zo goed in driften. Dat is enig wat zeker is. Er staat trouwens ook nog een hele nieuwe video online op mijn kanaal, dames en heren, jongens en meisjes. Een Fortnite-video.
over alle nieuwtjes. Dus ik zou zeggen, check die zeker zometeen ook nog eventjes uit. Kevin en ik gaan namelijk nog eventjes een klein drankje doen. Hier in mijn GTA-kantoortje natuurlijk. Dus we zijn er nu bijna. Ik parkeer de auto lekker voor de deur. We zijn gewoon weer thuis van dit rare... Maar ook wel een mooie eiland. Het was van de ene kant... Ja, ik weet niet. Ik vond het gewoon een raar eiland. Daar komt het gewoon op neer. Kan je linksom, kan je rechtsom. Het was gewoon nogal een apart eilandje. Enter your office. Kevin, ik zou zeggen, bel lekker aan. Dan kan je lekker mee mijn kantoortje inlopen. Of je kan er al inlopen trouwens. Ik zie alleen niet naast me in de lift. Maar ik heb... Je moet even fighten. Ik invite je, ja. Even kijken. Invite to office. Serial error. Oké. Maar, ik ga de drankjes alvast klaarzetten. Mensen... Wacht, even kijken hoor. We doen deze. Mensen, ik wil jullie allemaal ontzettend, maar dan ook echt ontzettend erg bedanken voor het kijken naar deze stream vandaag allemaal. We hebben gewoon 100.000 abonnees gehaald. Dat zie je nu nog niet. Maar als ik even refresh, zie je dat wel. 100.000 abonnees. Kevin, ik wil jou heel erg bedanken voor het meedoen. Ik mute me heel even op Discord, dan spreek ik jou zo weer. Hoppakee. Maar dit was echt niet normaal. Ik vond het ontzettend leuk dat GTA-streamen zo goed werkte. Dat had ik niet verwacht, oprecht. Ik vind het ook ontzettend ziek dat we gewoon de 100.000 abonnees hebben gehad op mijn tweede kanaal. Maar, mensen, ik ga nog even een leuk muziekje aanzetten. Welke zetten we dan aan? We zetten gewoon deze aan. Hoppakee. Maar, dit was dan deze video. Of deze video, deze livestream. Er staat ook nog een hele nieuwe video online op mijn YouTube-kanaal. Dus check die zeker uit. Er staat ook een nieuwe video online op mijn tweede YouTube-kanaal. Wat Alex Klein 2 heet. Abonneer er zeker op, al heb je dat nog niet gedaan natuurlijk. Want we zijn onderweg naar de 200.000 abonnees nu. Wat niet normaal is, mensen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Bedanken voor het liken. En dan zie ik jullie hopelijk alweer bij de volgende video. En of livestream. Laters.